It would be interesting to relate, you know, memory to happiness or unhappiness. Because I think when you are happy, if this expression has any meaning, that is when you really let's enjoy assume, life. Let's assume it does. Yeah. Enjoy life or when you're pleased with life? No, well, I think you are happy when you are totally loose in reality. When you lose total consciousness and you really feel submerged by life and well, these experiences, which are few, of course, in any human life, but are experiences that in a way compensate for all the rest, I have the impression that don't make much impact in memory. I think memory is not able to recollect, to preserve this kind of total integration with the real world. I think memory is much more efficient in preserving wounds, unhappiness, wounds, bruises, frustrations, aberrations. This kind of episodes that produce, you know, long consequences in your life. Do you all agree that memory is very good at traumatic events and not being at peace with the world? It's something that one would like to sort of chew over, especially thinking about the cows you referred to outside coming here. Happiness is happiness is very difficult to remember. It does tend to become vague. It does tend to, as it were, supervene itself. Why is this? Because happiness, as every condition, is by definition a temporary condition. A very temporary condition. But we have to also accept that some of the most beautiful and some of the most memorable moments in literature are moments of revelation and ecstasy. Of happiness? Of happiness of one kind or another. I don't remember one page in literature, running through literature about total happiness. We could if we try, I think. But I remember so many episodes about sufferance, about frustration, about disappointment. I'm not talking about the numbers, I'm talking about the most beautiful and the most powerful moments. It's very simple. I think it's very simple, or fairly simple. I'll try to explain it. Because, you see, and this is what I think we should be talking about, I think, in the final analysis, because the entire entire biological system is geared to one thing, to survival, or to existence, to continuing. Well, therefore, the strongest instinct in us is the instinct of self-preservation, of self-defense. Yeah? At the moment of happiness, we don't have to defend. So therefore, our senses, so to speak, gets a bit sleepy, or get relaxed. Yeah. Why bother? Now we are not threatened. Mm-hmm. Beauty doesn't threaten you. Mm-hmm. Happiness doesn't threaten you. Rilke would disagree with you there. You're not Rilke would disagree with any. Well, whatever it is. But in general. But you must find beauty more threatening than ugliness. I mean, the presence of a beautiful woman, wouldn't it be partially destroyed? No, I'd rather have the beautiful woman than than the ugly experience. You'd rather be destroyed by beauty than by ugliness. Indeed. Yeah. Right. Hier, binnen in het kasteel, zitten mensen die hier niet hadden mogen zitten. Als het aan de nazi's, de jappen, de stalinisten of de soldaten van een zoveelste nieuwe orde had gelegen. Ze hadden dood, of tenminste monddood moeten zijn. Maar ze zijn er nog. Vanuit allerlei windstreken, Peru, Italië, Engeland, Nederland, zijn ze naar het kasteel gekomen. Gerard Deurlacher is nerveus vandaag. Een jochie nog is hij,
als hij op transport wordt gesteld naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, waar hij bedoeld is te verdwijnen. Jozef Brodsky is zenuwachtig, maar opgeruimd. 20 jaar jong wordt hij gevangen gezet in een zogenaamd psychiatrisch hospitaal in wat toen nog Leningrad heette. Beschuldigd van luiheid. En dichter, nietwaar? Een jongetje nog is Hans Bloemendaal, als hij onderduikt in Nederland, terwijl verderop zijn familie wordt vernietigd. In Sobibor. Mario Vargas Llosa zit op dat moment opgescheept met de lieve papa, die hij in de eerste 10 jaren van zijn leven doodwaande, maar die inmiddels zijn jeugd terroriseert. Een jongen nog is W.L. Brugsma, als hij wordt afgevoerd naar het nachtdoend nebelkamp Natzweiler, om daarna te worden doorgetransporteerd naar het concentratiekamp Dachau. In zijn kinderjaren maakte schrijver Ben Okri intussen de moordpartijen mee in zijn geboorteland Nigeria. In de bossen rond Amersfoort hoort de schrijver en beeldend kunstenaar Armando als kind het aanhoudende schieten van de Duitsers. Terwijl Moritz Kommer op datzelfde moment gevangen zit in een jappenkamp in Indonesië. Als het waar is dat traumatische ervaringen hun sporen diep inslijten. Ja, als het waar is dat, zoals Nietzsche schrijft, alleen wat niet ophoudt pijn te doen, in de herinnering blijft. Dan is het kasteel niet alleen tot de nok toegevuld met traumatische herinneringen, maar zitten hier mensen die stuk voor stuk een fix syndroom hebben. De vraag is of dat zo is. Hoe iedereen verwerkt of verdrinkt. Ofwel, hoe iedereen bleef overleven. Na de burgeroorlog, Auschwitz, de Gulag en het Jappenkamp. The biggest implanted idea is the idea that there is an unconscious. The whole Western world seems to know that we have an unconscious. Somewhere deep in us there is a horrible space with memories and thoughts and desires that we have no access to, but that still governs our behavior. We all believe that. We know that. If you ask people, how do you know that? Who told you that? That's a stupid question, because everybody knows that. It's a fact of common knowledge. And I think that idea is being implanted in us. And in fact, I don't think there's much proof. There's not much proof for that idea. Alles komt weer boven. De schoorsteen die te staan, er komt plotseling weer hout omheen. De bedden die er weg zijn, daar komen plotseling weer bedden te staan. Staan weer SS'ers met zwepen of wandelstokken. Waarom zou ik me dat zelf aandoen? Ik sprong 's nachts ineens wel gillend het bed uit. Een hele grote sprongen, soms over een tafel heen, onder de vleugel. En dan word je wakker en denk je, waar ben ik? Oh ja, thuis, maar goed. En dan liet je het rolluik weer zakken. Daar
SS'ers kwamen daar doorgaans niet in voor. Ik ben een meester in het verdringen van onaangename gedachten. Maar in je slaap kun je dat niet. Dan ben je niet meer heer en meester. Dan kan het komen. Maar als u vraagt in je dagelijks leven, kan ik. Ik denk dat we heel veel elimineren en verdringen. Wat ik overigens buitengewoon gezond vind. Verdringen. Er zijn een aantal dingen die je gewoon moet verdringen. Je kan niet altijd stil blijven staan. En daar slaag je ook in, als je wil. En wat was de vraag? I was going to ask, is it not possible that we always carry the debris of the worst things that have happened to us still there in our consciousness? I mean, do we filter it out as we do coffee? I remember, for example, his voice when he was angry, you know? His voice, I remember his face, I remember his front, how become, you know, pale, and also the eyes, and when his voice had this very, very cold tone, very extremely cold, no? Well, for me, it was terror, you know? When he had these fists, you know, of rage, which transformed him in a kind of, a very violent being. You know how to get rid of the problem that is nagging? You have to repeat the name of the person or of the thing that troubles you. For instance, George Washington, yeah? You say George Washington, George Washington, George Washington, yeah. George Washington, George Washington, George Washington. You don't become obsessed. And there is no George Washington for you the sixth or seventh try. Wat het meest voor de hand ligt, zie je niet zelden als eerste over het hoofd. De meeste gasten werden uitgenodigd omdat ze iets zinnigs leken te kunnen beweren over ons geheugen en onze herinneringen. Pas als ze op het kasteel arriveren, daagt het besef van de gemeenschappelijke achtergrond van een aantal hunner. Overlevenden zijn ze, van diverse ideologieën. Zoals de Russische schrijver en dichter Jozef Brodsky. In 1970 wordt hij veroordeeld wegens parasitisme en naar een werkkamp onder de Poolcirkel gezonden. Onaangename ervaring, maar niet de onaangenaamste. Het allermoeilijkste tijdens mijn verblijf in de Sovjet-Unie was 20 jaar oud. Het verblijf in een psychiatrisch hospitaal in Leningrad. Na mijn veroordeling wegens luiheid. Ik werd platgespoten, midden in de nacht gewekt voor een ijskoud bad, vervolgens in natte handdoeken gewikkeld en tegen de centrale verwarming gezet. Door de hitte krompen de handdoeken en scheurde mijn huid. It was traumatic, perhaps literally, simply. You've been given all sorts of injections, all sorts of cold baths, etc., etc. Well, it was also traumatic because you saw so many powerless people. So many people forcibly debilitated, well, in front of your eyes, etc., etc. So in that sense, it was quite traumatic. I saw perhaps, in whatever it is, in 2 months that I spent there, I saw more suicides than I've seen in my life.
in the remainder of my life, etc. Well, in that sense, it was traumatic, but it's not that it was traumatic. Well, it bludgeoned my psyche. Well, now, I think by the time I was there, I was fairly, well, I'm not bragging, but I was fairly tempered. Well, and well, I just simply knew that those things are, do have precedence. This time I simply saw them with my very own eyes. You never lost faith in life It wasn't faith in life. No, you just simply, when you see something unpleasant, you just, clench your teeth and, you try to get through it, somehow, yeah. Mm-hmm. Well, and not at somebody else's expense, of course, on your own, yeah. That you never allow yourself, for God knows what, for the reasons not of your own, but the reasons, the ethics that are imposed upon you by the literature, mm-hmm. not by anybody else in society. Mm-hmm. Because in society, they say, do this and you'll get out of it, yeah? But literature doesn't allow you that sort of thing, mm-hmm. which is a very awfully good thing. Mm-hmm. Yeah. Well, in a sense, what I was going to say before we got into your father, that is halfway through. The whole point about literature that it provides you, not exactly with the alternative reality, it provides you with a greater family than you have mm-hmm. yourself, yeah? And you fall into dependence on the members of that family. Yes. In a far greater manner than you can do anything to your father, to your mother, to your aunt, sisters, brothers, if you happen to have those. So you can, in a sense, deceive them. You wouldn't mind what they think of you in the final analysis, yeah? But this, somehow they create a higher court. Mm-hmm. But that's something else. Ik moet je een kleine tijd. Ik geloof niet dat ik dat ooit beschreven heb, maar ik wil het je wel vertellen. Als je inderdaad toeliet, emotioneel, wat er gebeurde, werd je gek. Want wij stonden op appel en er was een Tsjechische jongen. Ik moet even bijvertellen, dat was, ik denk, juli, augustus 1944, waar al die Hongaarse transporten aankwamen daar. Honderdduizenden liepen daar over de rampen naar de gaskamers. En een van die jongens, een van onze jongens, we waren met 89, zoals je weet, we stonden op appel en die zag zijn ouders naar de gaskamers lopen. En werd op dat moment totaal gek. Ze ging zingen, brullen. Niet huilen, zingen. Hoe bedoel je letterlijk zingen of krijzend zingen? Zingen, krijzend zingen. Idiootste ding, ik weet niet meer wat hij zong. Maar hij zong te licht in zijn stem, veel te hoog en zo. Een soort hysterische. Hij werd doodgeschoten. Want toen is het tot hem doorgedrongen wat er gebeurde. Want we wisten wat er met de Hongaren gebeurde. En toen hij zijn ouders erbij zag bij een ander transport, toen ging het mis. En geen wonder dat wij een gordijn ervoor gelaten hebben. Was dat iets wat je eigenlijk instinctief meekreeg? Of was dat iets wat je leerde om een gordijn? Nee, dat ging instinctief. Had je dat niet instinctief gehad, die overlevingsdrang van het gebeurt buiten mij om, was je weg geweest? Dan was je weg geweest. Als je een beetje gevoelsleven had, en de meeste van ons hebben dat natuurlijk. En ik zou maar zeggen, het goddelijke gordijn ging niet neer, dan was je er geweest. But the memory itself, during those months in hospital, are they more intense than other memories or on other occasions? We talked before on a happy memories, but if you talk with people later on about the circumstances in the hospital. Actually, you are mistaken, for instance. Yeah. Actually, I didn't. It so happened that I didn't talk much to anybody about that, apart from anything else, because from that hospital, I was transferred to the prison and sent up north. Yes. Yeah. So for quite some time, I had nobody to talk to about those things.
And but even subsequently, I didn't. Well, I would refer to that on sort of anecdotal basis. Well, just talking about something funny or slightly monstrous that occurred and would be entertaining as a subject in a conversation. No. Well, the memories, I do remember those things quite vividly. But not any more or any less than other sites and experiences, as they call them. Really? Mm-hmm. Well, I remember... Just one of those things. That's the way you were a little bit debunking, describing the situation. No, I remember what has been done to my body. Well, and I remember what's been done, to other people. Well, I quite remember that quite vividly. I can describe it in every detail, if you like. But I remember other things. I remember, for instance, the girls on the campus of Ann Arbor in July 72, when I first arrived there, scantily clad, as vividly as the hospital. Yeah, so... Maar ik heb het idee dat wij een mechanisme in ons hebben dat ons ook kan beschermen. Beschermen, onze geest kan beschermen. Door herinneringen dingen wel te signaleren, maar tijdelijk niet op te slaan. Nee, precies. Ja, niet op te slaan weet ik niet, want we hebben die dingen wel opgeslagen, maar niet toegelaten. Ja, precies. Net alsof daar een soort muur is tussen je emotie en de dingen die je gezien hebt. Probeer eens te omschrijven hoe je dan door dat kamp loopt. Herinner je een alledaagse gruwelijke situatie? Je kijkt ernaar en kun je nog in gedachten terugroepen hoe je dan hier in je kop, hoe het eraan toe ging? Moeilijk. Het is heel moeilijk wat je nu vraagt. Ik denk dat ik dat niet bewust doe. Ik geloof niemand dat bewust gaat doen. Het dringt gewoon niet door. Het mag niet doordringen. Maar, ja... Nee, ik heb er eigenlijk geen antwoord op. Het gebeurt gewoon. Well, in my case, you know, I think my childhood was also broken, split in two very different parts. My first 10 years... in which I think I really enjoyed the golden age, you know, living with my mother and with my maternal family as a very spoiled child and really being protected against sufferances. And then from my 10 years, all this changed dramatically when I met my father, and I went to live with my father, who was a very authoritarian personality. And from then, my memories are completely different, because the main protagonist of these recollections is probably fear. You know, I lived permanently afraid of this very strong and very authoritarian personality. I was really permanently terrorized with this vicinity, you know. You remember the voice of your father, the way he is looking, the way he is walking, better than any other person in your childhood. Without any doubt. Because yes. It is related to a traumatic event continually. Absolutely. I retain very small, you know, the details of his face, of his eyes, of his... the extreme... paleness of his face when he was angry, and this cold voice which was so penetrant, you know, that could really reach the most secret corners of my intimacy. I felt completely naked, you know, when I faced him in an attack of rage. Maybe it was the voice of your language, Mario, rather than your father. Mm-hmm. Well, you know, I remember, because
we were so innocent now, mm-hmm. that we didn't say four-letter word, for example. Mm-hmm. I remember to say carajo, mierda, you know, yeah. this... when I was 7, 8 years old, that was, well, that's out. And when my father was furious, you know, he used terrible, mm-hmm. Terrible, dirty words. And this, you know, of course, was another aspect that made me so afraid, you know, these words that were uh-huh. absolutely out uh-huh. of the acceptable language, you know, mm. before for me. You know? So it was perhaps in the final analysis the power of the Spanish that spoke through him to you. I don't know, you know. I think in any language he would have been very... yeah. No, that I understand. A very terrifying figure. That I understand. Well, maybe he was not so terrifying. Maybe I was not prepared, you know. Are you saying that maybe you're afraid to be less I terrifying? I had such a protected childhood. I had been so much spoiled by my grandparents, by my uncles, by my aunts, by my mother, precisely because I was a boy without a father, you know. That when I went to live, you know, when I went to the real world, I was not prepared to that, you know. But Mario, what I'm trying to say is this. Well, of course, there is the particular person, your father. But what he was simply a mouthpiece for the harshness of the language. No. No? I think that's yeah. as beautiful as a literary metaphor, but no, I don't it, think it, that was it's the not a literary You never met him. It's not, no, of course I never met him. But I think, of course there is a physical presence, the feeling of the power of the person, because you're a child, he's a big man, yeah. this and that, et cetera, et cetera. But apart from anything else... Well he used the language in such yeah. a way that was very aggressive and very, very, very powerful to afraid people, yes, that without any doubt. Mm. On the other hand, well, he was not a natural born, yeah. you know, monster at all. He had a very difficult life. But also, nobody you know. Spoke to you in this way. No, never before. That's what and I'm never talking afterwards, about. Probably. Yeah. Never before. No. That's what with this, because nobody had such a power over myself, you know. Mm-hmm. He had this power, and he operated. You know, he operated with his power as it was, I suppose, quite common, as if to be a father gave you mm-hmm. total power of life and death, you know. I don't know if you're teaching the effects of highly emotional events on the accuracy of memory, but there are these three classes of studies, and so when I teach them to my students, the ones that I and a few other people have done where there are impairments in memory for the details. Then you have Sven Christensen's type of studies where they're good on the central details but poor on the peripheral details. And then you have people like John Ewell who want to say that if it's a highly arousing emotional event that you remember it well and all the details. So how do you reconcile all of that collection of literature? I mean, I'll make a statement that contrary to a common belief that many have, that if you experience something extremely shocking and frightening, it'll leave this kind of indelible fixation in the mind, that the research shows that the opposite can happen. So that's kind of how I would put it in court. I'd say the opposite can happen, and then I can give some examples of how the opposite kind of thing does happen, that there are problems in memory, even if it has been an emotional event, and even if the witness is saying, you know, my God, I was so frightened, I'll never forget that event, and imply that I'll never forget any of it. There's some things that one does not want to let go of just yet in terms of one's early life. Not because they're so extraordinary or so momentous in any way, but because some things lurk there that one doesn't really want to face just yet. Mm-hmm. They still linger. I think many things shocked me as a kid, and I think the thing that shocked me the most when dad brought me from Nigeria to England, the first thing that shocked me, and I think it may actually be the thing most responsible for me always looking for other worlds of the imagination in books and poems.
Was the discovery of how, well, so blind human beings are, on the whole, how, well, was selfish, how thoughtless, how they measure the world, how they determine the world, how they validate the world, essentially through their eyes. I was very surprised by that. I was very surprised at school, the first time I was at school, when friends will come up to me and look at me and say, my goodness, do you realize you're black? And I'd say, no, of course not. I mean, no, I've never been, it's never occurred to me before, what are you talking about? I remember that being quite surprising. And the value perception that came out of that, I think it came to me at about, what, the age of 3, 4? And it's not something that one wants to really talk about, but it has a very fundamental, you begin to realize that the world that you see through your eyes and the world that other people see through their eyes is not the same world. It's quite a shock. Op het moment dat mensen die je toch iets dierbaarder zijn, of in ieder geval mensen die je kent in het kamp, op het moment dat die iets overkomt. Waarschijnlijk neem je het wel op, maar ik denk dat je dat verdrinkt, dat het wegraakt even. Dat je het noteert even, maar dat die notatie niet door je, ja, dat klinkt erg duur, niet door je emotionele leven gelezen wordt. Misschien een gek beeld, maar zo stel ik me dat voor. Maar hoe dat mechanisme werkt, moet je me niet vragen, ik weet het niet. Nee, alweer, is zo vreemd. Hè? De vraag is eigenlijk van, beslis ik wat in mijn geheugen wordt opgeslagen of wat ik besef, of wordt dat voor mij beslist? Ik heb het idee dat het heel diep weg iets in je genen is dat, die dat voor je beslissen. Dat vermoed ik, ik weet het niet. Hè? Ik was natuurlijk absoluut niet opgeleid om in een concentratiekamp te overleven. Jonge Russen die een veel moeilijker bestaan hadden gehad en die al wisten hoe je met honger en kou moest omgaan, die hadden een geweldig voordeel. Ik had misschien een paar aangeleerde dingen die mijn voordeel waren. Ik sprak goed Duits. En nog een paar van die dingen. Maar de rest van wat ik verder had geleerd met mes en vork eten, ja, daar had je daar niks aan. Dat soort dingen. En dan komt er nog iets bij, en dat is helemaal niet te meten. En dat is mazzel. Of, ja, of je dat nou een talent mag noemen. Je moest goed opletten. Je moest altijd wakker zijn. Zowel voor de bedreigingen die er waren, als voor de kleine kansen die zich voordeden. Je leerde bijvoorbeeld, maar dat was echt iets wat je in het kamp werd aangeleerd door de andere medegevangenen. De eerste les was, en werd altijd in het Duits gezegd, niet opvallen. Niet opvallen. Je zo leeg onopvallend mogelijk gedragen. Nooit SS'ers in de ogen kijken? Al zulke dingen niet. Als je lang was, moest je een beetje krom lopen. Ik heb een ingeving of een instinct gehad om al die gevaren te ontlopen. Toen het zover was. En daardoor kon ik ook onderduiken. En ik heb dat woord instinct nu gebruikt. En ik heb dat net ontwikkeld als een dier in die dagen. Mijn ouders die waren al gedeporteerd. En ik liep in Amsterdam door de Uiterwaardestraat, waar mijn ouders toen gewoond hadden. En ik zag, helemaal uit de verte zag ik twee gewone mannen aankomen. Dat bleken na de hand twee rechercheurs van de Sicherheitsdienst te zijn, die bij allerlei mensen naar boven gingen om spolshoogte te nemen. Ik had het gevoel, daar is iets niet kosher. En bij andere mensen ging ik niet uit de weg.
En ik heb het zelfs nog gehouden na de oorlog. Ik ben een keer met de boot gegaan. Dat was heel vlak na de capitulatie van de Duitsers. Naar Engeland. En ik stond aan dek. Zag weer twee mannen. Heel gewoon gekleed. En toen dacht ik, dat zijn twee rechercheurs. Dat is niet goed. Dat was dus helemaal niks gevaarlijks. Dat had helemaal niets met mijn veiligheid te maken. Maar de gedachte was goed. Want toen we aankwamen in Harwich, toen controleerden die twee, ik zeg nu maar kerels, waren hele goede Nederlanders, de hele passagiersmeute die daar van boord kwam. Maar ik had dat gevoel. Ik had dat gevoel. Dat is iets. Dat ontwikkel je. Dat is. En ik denk dat een mens kan ook zo'n instinct, wat we dierinstinct noemen. En dat beschermt. Je kan het ook je beschermengel noemen. Yeah, and then to realize that the world is I coded. Not inwardly coded. By that I mean that people can't actually see through the bones and the flesh into the spirit. I think that's never left me as an item of surprise about human beings, and it's got extended into realizing that it's got nothing to do with just race. It's that we do it to one another, and one often wishes, in a way, not so much that what one is, we're more transparent, one's humanity, but that one would rely much less on the eye and on the reading that the eye brings to it through history. That was a fundamental shock. And then when one went back to Nigeria, and then the Civil War, that extended that shock. So someone like me, and there are many people like me, of course, I think, tend to incline towards the golden age of a certain part of your life that Vargas Llosa talked about, and a betrayed golden age, in a way, betrayed by world perceptions. It's very surprising. It's a shock from which I've not entirely recovered. I think that makes one very much an idealist as well as an extreme realist when it comes to human beings, and forces one to some extent to have to reconcile absolute truthfulness as to how it is that you may be perceived and how the world is, with fantastic hope, because you resist it. I mean, all my life I've resisted being defined and being reduced. And all of this have to do with childhood and memories and the fact that one refuses to be just what is seen of one. One is perpetually pitched at an angle of eternal defiance. That's quite basic. Talking about childhood is quite basic. At some point, I looked at what literature I could find on children who had witnessed their parents be murdered in front of them, or children who'd witnessed their mothers be raped in front of them, or children who had found a body of a parent in a suicide. And the discussion in these articles is that they were plagued with intrusive thoughts of this. They couldn't get it out of their mind. That was the problem. So then someone suggested, well, that's a different situation. You need a prolonged trauma or prolonged stress, and so it's natural to go to the Holocaust and say, well, what do we know about the Holocaust survivors? And I have found evidence, I mean, your study supports this to some extent, that people don't seem to forget that they were in the Holocaust. They don't forget that they were at Auschwitz. They don't forget a lot of the details of what daily life was like, even if they do get some of the details wrong. There's a wonderful book about Holocaust survivors. I don't know if you've seen it. It's called Holocaust Testimonies by Lawrence Langer. And there's a line in that book, it's too bad these people don't have repression as a way of coping with this. So when I bring this up at some of the scientific meetings, an answer I get is,
Okay, incest is different because you've got guilt and you've got shame. The Holocaust is a shared experience. You don't have those elements. But that's not true when you think about the number of people who stole the bread of their brother or stole the shoes from their cousins. They felt and still feel terribly guilty about what they did. And yet you don't see repression. So I ask sometimes, you know, why would you be built so that just this one kind of thing is repressed, but all these other things lead to this problem of intrusive thoughts that get in the way of your happiness, your life? Je zei iets opmerkelijks. De film van mijn geheugen van mijn kindertijd tot ik aankwam in Birkenau is een brokkelige film waarbij je niet zeker bent of je niet achterwaarts over je dingen verkeerd of anders interpreteert. Maar je komt Birkenau binnen. Vanaf dat moment, suggereerde je het althans zo net, is je herinnering perfect in orde en kloppen de details. Nee, ook niet continu. Nee, maar veel vollediger dan daarvoor. Vrij volledig, ja. Dat is, ik zou bijna zeggen, zo gebrandmerkt, dat kan je bijna niet vergeten. En dat is bij allemaal die ik ken net zo. Alleen ik ken één man, in Buffalo. Ik heb hem beschreven in een van de boeken, in de zoektocht. Die heeft iets wat ik nog nooit tegengekomen ben. Bij hem is een stuk van zijn geheugen gewoon weggeknipt. Die weet nog alles van zijn familie. Die weet nog vrij veel uit de Resinstad. En wat er daarna gebeurt, Birkenau en Auschwitz, en toen waren zij op drietal sporten naar Mauthausen, in januari 45 waren die grote transporten, december al. Hè. Dat hele stuk tot 45 is volkomen uit zijn hersens geknipt. Weet hij niets meer van. Ja, dat zijn van die metaforen. Uit zijn hersens geknipt, maar door wie dan? Wat dat is, weet God. Niemand zou me dat kunnen verklaren. Je weet waar we mee bezig zijn nu, hè? Met waarom je hier zit. Ja? Van mijn geheugen onderzoek? Nee, om te praten over je geheugen. Oh ja, verlies. Ja. Ja. We maken films over het geheugen en wat dat allemaal betekent. Ja. Toen jij 9 jaar was, zat je in het Jappenkamp. Ja, geloof het wel. Ja. Ja. Kun je herinneren hoe je daar sliep? Je Brits of waar lag je op? Of? Ja, op een Brits geloof ik. Of op de grond. Op een matrasje. Zo verschillend, weet je. Zo'n zaal zoals dit bijvoorbeeld. Er lagen wel 20 jongens of zo. Allemaal naast elkaar. Ja. En een Japanner zat dan in het midden. Aan een bureautje. Die hield er dan toezicht op, hè? Ja, kun je wel de gezichten van sommige van die jongens nog voor de geest halen? Nee, niet meer. Dat is weg. Ja. Want ik leid toch aan geheugenverlies. Ja, daarom ben je hier ook, om daarover te praten. Ja. Ik ben al die gezichten ben ik kwijt. Ja. Echt. Ken je eigenlijk het woord oorlogsverleden? Nee, zeker, hè? Ik vraag dit omdat er nog steeds mensen rondlopen met een oorlogsverleden. En niet alleen mensen, ook bomen en plekken. Ja, ganse landschappen. Ik ken zelfs een wegdek met een oorlogsverleden. Maar maak je geen zorgen. Op den duur verdwijnt het allemaal. Het verlept, het vergaat. Verder wil ik niets meer over de oorlog schrijven of zeggen. De oorlog heeft zich jegens mij dermate misdragen dat ik niks meer met hem te maken wil hebben. En bovendien was ik vroeger een stuk jonger. Het gekke was de tocht er naartoe, en wij een eigenaardige lange treinreis geweest. En door een speling van de ironie, reed een gedeelte van die treinreis, Hamburg naar de Elzas en vandaar richting Dachau, door de dalen waar wij vroeger met de auto op vakantie gingen. En dan zag je dan nu in een beestenwagen. En dan keek je naar buiten en dan zag je dat vakantielandschap.
En toen zat ik ook wel te denken, ja, we hadden vroeger er eigenlijk niet naartoe moeten gaan natuurlijk. Maar ja, te laat. Bij aankomst dacht ik, ik denk niet dat je dat denken kan noemen. Dan word je klaar wakker, dan denk je, waar zijn de gevaren? Wie word ik bedreigd? Je weet de weg niet, je gedraagt je ook nog verkeerd. Ik dacht bijvoorbeeld dat een medegevangene was een broeder. En mijn koffertje was weggeraakt in de trein. En ik vroeg dus aan de Stubenälteste, waar is mijn koffertje? Toen zei hij, wat? Ik zei, waar is mijn koffertje? En dat is ook een gevangene. En die man sloeg mij onmiddellijk tegen de grond. Die zei, jouw koffertje, heb ik aan mij mijn koffertje schelen. Dus dat was een soort schokkerende ervaring. En je moest wel zien dat je dat heel gauw oppakte. Die indruk had ik, want ik dacht, anders ben je ook al dood voordat je nog verder op kan. En dat is dus dan toch wel gelukt. Een beukenlaantje in het bos. Nou, bekijk het maar eens goed. Hier zijn ze ook geweest, vast en zeker. Het was een meedogenloze aanval, dat mag je nooit vergeten. Hier kwamen ze dagelijks voorbij. Nee, kijk maar niet, je vindt toch geen sporen meer. En de mensen die hier wonen, hoef je ook niks te vragen, die weten van niets. En de anderen zijn dood. Of ze zijn alles vergeten. Dat spijt me zo. Deze bosrand bijvoorbeeld. Blijf nou eens staan en probeer voorzichtig te kijken. Als ze mij maar niet zien. Wat zou er in dit bos gebeuren, denk je? Wat zeg je? Je hoort ze in de verte schreeuwen? Mooi. Nou, dat was het. Op een gegeven moment was er een buitengewoon appel. Toen moesten we allemaal aantreden. En toen kwam het kamporkest eraan en wij vroegen die andere jongens wat er gebeurde. Oh, zei die andere, er worden hier een paar Russen opgehangen. Nou, wij dachten, kom nou, dat is toch een grapje. Maar het was helemaal geen grapje, inderdaad. Dan kwamen de Russen en die droegen twee galgen. En die hadden twee Russen bij zich en die werden daar opgehangen. Zodat iedereen goed kon zien wat er met je gebeurde als je iets deed wat de heren niet beviel. En dat zijn natuurlijk wel traumatische ervaringen. Die doodse stilte. Je hoorde alleen de vogels, want het was mei. En dan zie je iets gebeuren wat je niet voor mogelijk zou hebben gehouden. Wat je wel in boekjes lezen kan, toen nog niet eens. Dat soort dingen. En voor de rest ben je te druk, was ik althans te druk bezig met. Nee, ik herinner me dat. Ik herinner me een aantal dingen, maar dat zijn allemaal details die vermoedelijk samenhangen met het complex overleven. Well, the other thing is in these some of these stressful events, I noticed it in watching your testimony in the Demjanjuk case and looking at some of the judges' reactions to the testimony of survivors. The survivors had lots of information about what we'd call the semantic knowledge of life at Treblinka. So what it was like when the trains pulled up and what happened to the belongings and what happened to the people and that some went this way and some went that way. And that was a kind of a sad fact of daily life. It doesn't mean that the memory about some particular episode that happened at one time on that occasion or that the face of that person is necessarily accurate, even if all those daily details are fairly accurate. And sometimes people confuse the accuracy of memory because they look at the semantic details and they say, oh, well, that's right, so this must be right. And that, we know that's not the case. No. So I think if you want to understand why a person remembers something from stressful situations, you have to understand more about that situation and what to a person will be relevant in that situation and what won't. So one of the examples of Bess's studies is say the problem of weapon focus. If someone is pointing a weapon at you, it's quite possible that the weapon is more relevant to you than the face of that person, which would explain why you remember the weapon and not the face of the person. You're writing about your father having a revolver. You're hearing him shooting throughout the years. At the same time, you
You ask yourself in the book, did I ever see the revolver? I think I never saw this gun, you know? It was something that my father was always talking about, you know, and threatened my mother and myself with this gun. But I don't think I ever saw actually the gun. But one night I heard the gun because we were living we moved all the time, you know, in different neighborhoods in Lima. And for a while we were living in La Perla, which was at that time a very isolated place where there were very few houses, you know, and one of the houses was ours. And so we were surrounded by empty, you know, places. And so we were a bit, my mother and myself, quite afraid of being so isolated there. And one night we heard steps in the ceiling of the house. So my father went out to see, expecting a robber, you know, and apparently a shadow escaped and he shot the gun, you know. And I heard and I heard the gun, but I never saw it, you know. No. Nee, kun je je de geur van de bloeiende hei herinneren? Het krakende fietszadel van de vader? Dat is voor de oorlog. Probeer het, doe maar net of je het schieten niet hoort. Ja. Dat is het geestige. Ik heb altijd bij schieten gewoond. Want voor de oorlog werd er geoefend in Amersfoort. Tijdens de oorlog uiteraard. Na de oorlog ook weer, op die hei. Je hoorde altijd schieten. En toen ik in Berlijn kwam te wonen, sinds 1979... Er waren ook weer in de buurt de schietbanen van de Engelsen bijvoorbeeld en de Amerikanen die daar oefenen. Mario, what's the Spanish word for revolver? Revolver. Revolver. Yeah, the same. Uh-huh. And to shoot, well, when he said, well, that I'm going to shoot you, etc., or something like that. What verb he would use? Verb. Was the verb he used, particular? That I don't know, but I remember that what I remember is that he was able to threaten us with killing us, you know. Yeah, with, I understand. With his I gun. Understand. You're looking for the thing, but that activates. I don't remember the verb. No, no, no. Verb. Okay, forget the verb. Well, can I ask you this? The term revolver. It was the term revolver and not the particular brand, not Smith and Wesson. No. It was revolver. Yeah, okay. Yeah. I don't even know what brand. You know? Not Parabellum, no anything. Yeah? I don't know. Okay. No. Now, my question is: how peculiar the word revolver for the Spanish year, for the year of the for the Spanish language? I think quite common, you know. But it's quite, revolver. Quite it's not revolvero. No, it's revolver and it's pistola. You know, pistola. We have two words, pistola is enough, or revolver, yeah. You know, but it's probably revolver. Yeah. But revolver is sounds more macho, you know, more than pistola. Pistola is a bit soft. Yeah. More impressive. more feminine. Much more impressive. Revolver, you know. Yeah, well, because this true. Mixture of R's and V's, you know, which are strong letters. Yeah, that's you know? The whole point, yeah. Why do you ask? Oh, but because when things stick in one's memory, not so much because of the substance, but because of the euphony. Yes, without any doubt. Als ik zeg, wat zijn nou je belangrijkste jeugdherinneringen, kinderherinneringen in Indonesië, die eigenlijk altijd terugkomen, ook als je droomt of zo wel terugkomen. Wat soort dingen denk je dan? Wat is nou belangrijk? Weet ik niet. Dat je op je lazer steeds kreeg. Van die jappen? Met zo'n perwat. Ja. Dat waren allemaal kleine mannetjes. Maar ja, als je 14 jaar bent en ik ben toch klein type. Ik was misschien 1,50, een klein jongetje. En die Japanners waren zwaar gebouwde kerels. Ze waren allemaal wel klein. Nou, ze waren kleiner dan ik nu ben. 1,60 of zo, 1,50. Maar ze hadden altijd een knuppel bij zich. Daar sloegen ze dan rond. Hè. Ja. Ik was er niet gesteld op dat moment. Was je bang in die tijd, de hele tijd? Want een mens kan wel bang zijn, maar niet altijd, hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, begrijp ik. Hoe was de sfeer? Nou, ik was niet altijd bang. Maar die Japanners, de soldaten en zo, die liepen door dat kamp, tussen al die jongens. En dan keken ze zo. Hè? En keken ze je aan opeens, hè?
Mocht je terugkijken? Want Duitse SS'ers bijvoorbeeld mocht je nooit aankijken in het kamp. Ja, maar die Japanners, ik keek ze altijd aan. En dan knikte ik of ik gaf een knippel. En dan kreeg je weer op je lazen. Of... Vaak, soms wel, maar niet altijd. Ja. Wij zaten in blok 13, zoals dat heet, in het Mendelager. En je had 11 en 13. Wij zaten in 13 en daarnaast was 11, waar het zonder commando in zat. En zonder commando, weet je wat dat was, hè? En een aantal van de jongens... Ja, misschien moet je het even uitleggen. Het zonder commando waren de mensen die in de crematoria, de Joden die in de crematoria, de anderen in de ovens moesten gooien. En bijna elke 6 maanden werd het hele commando doodgeschoten. Dus die leefden op de rand van de dood gewoon. En waren waarschijnlijk voor een deel ontmenselijkt. Maar toen die jongens daar in 13 waren, en die spraken het Pools of Tsjechisch, toen werden ze als het ware geadopteerd. Adopteerd is een gek woord in deze, maar zij probeerden alles om een aantal van de jongens wat brood toe te stoppen. Of als ze uit het crematorium dingen meebrachten van sardines, zo weet ik wat, van die transporten, dan stopten ze hun dat toe. Eén daarvan, waar ik de naam nog niet wil noemen, die toevallig ook in Nederland woont, die vertelde me ook dat hij echt bijna elke dag iets toegestopt kreeg. Tot de Bednarik, onze blokeldste, merkte dat het gebeurde via de ramen. Toen werden de ramen, want wij zaten in een soort compound, toen werden de ramen dichtgespijkerd. Maar dat zal waarschijnlijk toch wel meegespeeld hebben. In welke zin bedoel je nu? Nou, in de zin van voedsel toestoppen en toch een zekere, hoe moet ik het zeggen, een zekere, nou, warmte is dat niet, maar het gevoel van een zekere bescherming. En dat hebben een aantal van de jongens gehad. Het ergste was wat de gevangenen elkaar ook aandeden. Die SS die zag je wel af en toe, maar niet de hele dag. Maar je zag wel iedere dag de anderen in een soort, nou, absurd kan je het eigenlijk niet noemen, maar een buitengewoon abnormale situatie. Overcrowding, zou je dat biologisch noemen. En niet genoeg te eten voor iedereen als het eten eerlijk verdeeld wordt. En dan wordt eerlijke verdeling zelfmoord. Mm-hmm. En aangezien bijna iedereen probeert te overleven, probeer je te overleven door niet eerlijk te delen. De eerste keer dat je, kijk, dat straatje naast onze barak in Dachau, dat heette de Todesstrasse. Dus alles wat er 's nachts stierf, dat werd daar neergelegd. En dat waren er toen zoveel, toen kon het crematorium kon dat niet meer verwerken. Er waren toen nachten, er lagen er dus 300 lijken. Die waren niet doodgemaakt door de SS. Nee, die waren doodgegaan in flectiefes en scheisserij en dat soort dingen. Dus die stapelden ze op en die waren zo hoog, die lagen tegen de ramen. Nou, en dan zaten we binnen met onze boterhammetjes die we hadden georganiseerd, want zo heette dat. En de eerste keer als je dat zag, dacht je van, nou, dan draai je je hoofd maar om. Maar die boterhammen moesten toch naar binnen. En vervolgens raakte je eraan gewend. Want ze lagen er iedere keer. Je zou verbaasd opgekeken hebben als ze geen lijken zouden hebben gelegen. En het is een verschijnsel wat je overal uit de kampen hoort, ook bij Levi en ook bij nog anderen. Dat is, de mens kan dat na enige gewenning verdragen. Liever jij dan ik, dat gevoel. En inderdaad zou voedsel delen niet gefunctioneerd hebben in de zin van strategie tot overleven. Je had dus die kleine groep nodig en daar werd absoluut alles gedeeld. Die waren van elkaar afhankelijk. Maar anderen daarbuiten... Het eten was altijd lekker. Ja. Maar in het kamp heb ik het nu over. Ja, in het kamp was ook eten ook lekker. Maris. En dat is een feit. Je kreeg nauwelijks wat te eten. Ja, je kreeg nauwelijks wat te eten, maar als er eten kwam, was het altijd lekker. Sorry. Ja, als je bijna geen eten hebt, ja, dan is het natuurlijk lekker als je iets krijgt. Hè? Ja, dat was zo minimaal. Ja, natuurlijk. Het was heel minimaal. Maar ik heb wel geluk dat ik een tenger
altijd tenger ben geweest en klein. Ik ben nou ook nog klein, hè. En vroeger was ik, nou ja, een lat. Ja, je had niet veel eten nodig. Ik had niet veel eten nodig, dat was het. Ja. Maar vrienden van mij, echt een Nederlandse jongen, zo goed. Nou, die gingen allemaal de pijpen. Iedereen krijgt precies hetzelfde hoeveelheid. Zo'n hapje rijst of zo, een handje vol. Tjok. En dan zag je ze allemaal eten. Moest hij nog geen vliegen vangen in ruil voor wat eten? Ja, ook wel, maar... Ja? Ja, dat gebeurde ook. Ja. Vliegen vangen, maar dan had je ze rauw of roze? Nou, nee, die at ik niet, maar moest je dan met zo'n klapper... Het kamp moest wel schoongehouden worden. Dat moesten die jongens zelf doen. Nee, ik begrijp dat gewoon bedoeld dat je vliegen ving om ook te eten, of niet? Dan kregen ze weer een hapje eten. Dat heb jij verteld. Oh, herinner ik me niet meer, weet je. Ja, dat kan wel. Ja, het kan ook wel gebeurd zijn, maar... Maar je had wel honger, hoor, in het kamp. De hele dag door. Ja, dat was een rottijd, hè. God. En ik ben er 3 jaar ongeveer in geweest, hè, het Jappekamp. Wij zaten om de tafel bij Yehuda in zijn huis. En Yehuda heeft een soort fotografisch geheugen. Die schilder is dat, en als schilder heb je dat kennelijk. En Yehuda weet zelfs nog de liedjes die wij moesten zingen. En die zegt, hij leeft erg in het verleden helaas. Die zegt op een gegeven moment aan tafel, herinner je dat en dat liedje nog? Ik ga het nou niet herhalen, weet het ook nog. En hij neuriet dat voor zich, weet zelfs de woorden nog. En Henry, die alles vergeten was, plotseling zit stokstijf in zijn stoel. Hij zegt, dat weet ik nog, dat ken ik nog. En hij vult de woorden aan. Toen kwam een gesprek los, eigenlijk te griezelig voor woorden. Zegt hij, ik herinner me ook nog de spelletjes die wij deden. Namelijk, en daar had hij een Tsjechisch woord voor, maar ik wist niet wat dat betekende. En dat was, heeft Yehuda voor mij vertaald, dat was het zogenaamde vlooienspel. Dat is iets met... van die chips die je dan aandrukt en die dan in een potje terechtkomen. En dat herinnerde hij zich plotseling. Terwijl alles... Alles vergeten was. Het massale moorden. Alles is vergeten, behalve dit. Het liedje en het vlooienspel. Ik werd er helemaal koud van. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was zo als de dood. En daarom heb ik in Amerika in dat tijd ook hem niet willen... onderwerpen aan een interview, dat alles plotseling als een soort explosie boven zou komen. Want ja, je hebt kans dat hij gek wordt. Volgens mij is het levensgevaarlijk om iemand die alles verdrongen heeft... of waarvoor alles verdrongen precies. Vooral met liedjes te confronteren. Ja, nou precies. Dat zijn echte smaakmakers van het geheugen. Precies. En dat heb ik me niet goed gerealiseerd, maar ik was gewoon bang dat alles weer boven komt op dit moment. Hè? En dat gelukkig kwam dat niet. Wat voor liedje was het? Waar ging het over? Een helle en den batsen, die waren bij de wijn. De helle wat zo wasser, de batsen wat zo wijn. Ja, de batsen wat zo wijn. Dat was een van de liedjes. Een oud soldatenliedje van de moffen. Thuis voor ons alleen. Waar de vreugde soms vermengd bedroeven is. Als een schip op zee gebleven is. Als de klok van een
die oorlogsherinneringen, zijn die eigenlijk veel sterker dan de herinneringen daarvoor en de herinneringen daarna? Natuurlijk, omdat het een samengebalde realiteit was. Een samengebalde werkelijkheid. Alles had vuur onder zich. Elke gebeurtenis, elk voorval. Het had ook grote gevolgen. Dat is natuurlijk een enorm verschil. Maar het is ook beter bewaard gebleven in je geheugen, of niet? Ja, het is onuitwisbaar. Maar wat niet zijn... vanwege de oorlog, maar vanwege die samengebalde werkelijkheid. De extreme situatie. De gecomprimeerde, ja. Wat zijn beelden die altijd terug blijven komen? Modderige bospaden met gevaar. Met gevaar van ontdekking. Wat je daar deed en wat je daar uithaalde. Bijvoorbeeld, we hadden twee onderduikers, ik moest elke dag een boom halen. En dat was tamelijk gevaarlijk. Ja, modder, geschreeuw, gevangenen, soldaten, recruten. Al die lichtingen die je op zag leiden en weggaan in die kazerne. Dat is allemaal, ik woonde vlak bij de kazerne. Vooral geschreeuw, ja. Je hebt allerlei soorten geschreeuw, hè? Buitengewoon onvriendelijk geschreeuw. Maar nogmaals, dat was allemaal niet zo smartelijk. Dat was de realiteit. Dat was... Zo was het. Ja, was dat een beetje... Ik was nou niet een jongen die daaronder leed of zo. Well, I thought this. I had already this vocation before I met my father. But I don't think I would have for there... For the age of 10? Oh, yes, I started, well, writing as a joke, as a game, but very, very early. And I was a voracious reader since I was 5. But all this was with my maternal family, something that everybody, you know, liked, and they encouraged me to write. It was a kind of a hobby, which was very well received by the family. When I went to live with my father, this changed completely. My father was convinced that writing at literature was something very eccentric, very bohemian, that even not very virile, you know. And so he was very hostile against this. So literature became a kind of subversive kind of activity, and also something that my father rejected. That gave literature a very prestigious appeal to me. And I suppose, now I suppose that, because it was so unthinkable at that time, you know, to decide to become a writer for a young Peruvian, you know, that everything around us was very dissuasive to this kind of vocation, you know. And I am almost certain, you know, that if I decided to become a writer and I persevere with greatest stubbornness with this vocation, it was probably among other things because that was a way to contradict my father's expectations of myself, you know. And so in a very baroque way, I owed my literary vocation to my father. Je bent de oorlog doorgekomen, de vernietigingskampen heb je overleefd. En je schrijft dan, mijn geheugen liet zich weer trainen als een raspaard. Het verleden wordt overspoeld door schoolwijsheid, maar het wreekt zich s'nachts in mijn ijzeren bed. Brullend sla ik de nachtmerries van mij af en mijn hospita komt tot huts kijken wat zich op mijn kamer afspeelt. Ik kon ze alleen met mezelf kwijt. Ik wilde ze ook niet kwijt. Ik durfde ze ook niet kwijt. Want de volgende dag probeerde ik weer heel gewoon alles te doen als elke andere schooljongen. En dat lukte, overdag lukte dat? Overdag lukte dat. Was je het helemaal kwijt? Ja, maar waarom was ik het kwijt? Ik denk daardoor, dat heb je waarschijnlijk ook gelezen, ik heb als een gek gewerkt. Volgestopt met allerlei onnuttige kennis van de middelbare school. Van 's ochtends tot 7 tot 's avonds 11, 12. Ik had gewoon geen tijd meer om ergens anders aan te denken. Ja, maar goed, dan wordt het 11:30. Daar is het bed. Ja. En dan gebeurt het met mij,
niet dat ik dat wilde, maar het komt gewoon boven dan. Wat kwam er precies boven? Wat? Beelden, gruwelijke beelden, angstbeelden. Soms, ik zou maar zeggen, tot in het honderdvoudige vergroot. In een soort blow-up scène. En ja, bedoel je letterlijk dat alles 3, 4, 5 keer zo groot was? Ja. En het erge was, die Mundrok, die dat zich te buiten ging met zo'n dikke stok, die zag ik niet in zijn gezicht, maar die zag ik in zijn rug. Met zo'n nek. En dat beeld, dat kwam telkens weer. Niet zijn gezicht? Niet zijn gezicht. Wat je wel kende? Wat ik gezien had, maar wat ik vergeten was. Maar wel zijn nek. De gezichten van de medeslachtoffers, je mede. Die weet ik nog precies. Maar niet je beul? Nee. Bundroks gezicht kan ik me niet herinneren. Gold het ook voor andere SS'ers? Ja. Nou, dat schrijf ik ook ergens. Wij zijn 2 keer voor Mengele geweest, hè? En ik heb zijn gezicht niet echt tot me door laten dringen. Ik zag wel dat het een knappe vent was. Maar zijn trekken zijn niet echt helemaal binnengekomen. Is dat de vijand? Die vriendelijke man? Ja, dat is de vijand. En hij ziet er zo vriendelijk uit. Dat klopt. Hij is erg vriendelijk. Het lijkt me echt een vriendelijk iemand. Is hij ook? Ja hoor. Ja. Ze recht in de ogen kijken was sowieso zelf. Dat kon niet. Dat was je dood. Ja. Recht in de ogen kijken van een van de SS'ers. Dan kan je onmiddellijk doodgeschoten worden. But do you remember the moments of fear? Your father threatening you several times during those years. Do you remember those moments very well, very accurate? Or not? I think so. I think I remember. Well, some of these recollections are blurred, of course, but others are very, very. I remember much better, of course, these episodes in which I was more afraid, in which I was terrified, you know. And I remember, for example, his voice when he was angry, you know. His voice, I remember his face, I remember his front, how become, you know, pale, and also the eyes. Well, for me it was terror, you know. Also for my mother, she was she loved him enormously, but she was afraid of him when he had these fists, you know, of rage, which transformed him in a kind of a very violent being. You know? It's very, very interesting because I am convinced, for example, that this kind of visceral rejection that I have of all forms of authoritarianism is something that was born in my relationship with my father. Heeft u nog hele sterke herinneringen aan uw ouders? En door wat er later gebeurd is, zijn die geïntensiveerd? Uw ouders, uw jeugd in Fulda? Nee. Nu heb ik al 4 keer nee gezegd en dan moet ik geloven dat het zo is. Maar wat, ja, u bedoelt, ik heb normale herinneringen tussen aanhalingstekens. Normale, ja. Je kunt natuurlijk, ja, ik heb natuurlijk een aantal herinneringen waarover ik liever niet wil praten. Die zullen nooit weggaan. Maar alles wat daarvoor, zeg maar, van het moment dat mijn ouders werden gedeporteerd, heb ik hele vrij normale herinneringen. Ja, niet. Ik denk dat u me niet euvel zult duiden als ik over de echte trauma's liever niet praat. Daar wordt zoveel over geschreven. Het zal wel ergens staan. Ja. Ja, u hoeft daar voor mij niet over te praten. Nee, ik doe het ook niet. Nee. Al zou u het wel willen, hoeft het niet. Maar ik vraag me wel af, uw ouders zijn gedeporteerd, omgekomen in Sobibor. Ja.
Dat geldt ook voor uw zusje. Ja. In hoeverre is daardoor het beeld van uw ouders en uw zusje, wat u meedroeg, veranderd? Dat is niet veranderd. Is het stil blijven staan in de tijd? Stil blijven staan in de tijd. Ja, gefixeerd op het moment dat ik ze het laatst zag. En alles wat daarvoor was. Dat laatste moment, dat staat in uw geheugen gegrift. U wist dat op dat moment al dat het laatste moment was? Of? Denk het wel. Kunt u dat moment wel beschrijven? Als u niet wil, hoeft het niet. Nee, ik wil het niet. Nee. Maar dat moment is dan eigenlijk het moment wat gefixeerd is. Een soort foto, ja. Het afscheid. Er is geen afscheid geweest. Nee. Ze zijn ook niet echt gestorven. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ze hebben geen In de graf. Gedachte. Nee, dat kan natuurlijk ook niet. Ze zijn niet ouder geworden in uw herinnering. Nee. Dat is het. Dus op een goed moment wordt Hans Loemendaal ouder dan zijn vader en moeder. Oh ja. Mevrouw Nobbe. Waar is hij? Weet u het nog van de brand? Wat is er? Weet u het nog van de brand? Of je nog thuis? Of je nog van de brand weet, van de Wilhelminenstraat? Ja. Ja? Denkt u er nog wel eens aan? Nee, nou niet meer hoor. Maar het begint wel hoor. Nee, toch. Bent, toch? Toch wel? Ziet u dat ze antwoord geeft op die vraag die ik stel? Dat is een moment eventjes. Ze vangt het wel op. Ja, want we hebben het over de brand, hè? Mevrouw ja. Nobbe? Nou, kijk eens naar die meneer. Hij zei, we hebben het over die brand. Kunt u ze nog herinneren, de brand? In het huis? Mevrouw Nobbe? Weet u dat nog? Ja? Lang geleden, hè? Of niet? Ja, het is nou 7 jaar geleden. Maar voor haar is het misschien heel kort geleden. Ja, dat weet je niet. Je weet niet wat er in je gedachten omgaat. Ja, vreemd hoe ontspannen iedereen is, of tenminste lijkt. Al kunnen we dat niet meer te weten komen van mevrouw Nobbe. Jozef Brodsky, Gerard Deurlacher, Ben Okri, W.L. Brugsma, Hans Bloemendaal en Moritz Krommer. Ze hebben soms jarenlang in de hel mogen wonen. De ergste, die van de mensen. Desalniettemin, ontspannen is de sfeer op het kasteel. Een mens is een wezen dat overal aan kan wennen, schreef Dostojevski. Dat kun je ook anders formuleren. Een mens is een wezen dat onaangename herinneringen bewust kan verdringen. Of beter, ons geheugen doet dat voor ons. Zelf komen we er amper aan te pas. Verdringt ons geheugen dus al die onaangename herinneringen,
gratis en voor niks? Of rotten en broeien al die traumatische herinneringen in het halfduister van ons onderbewuste, om ons toch op totaal onverwachte momenten te bespringen? Zeer ontspannen lijkt de sfeer op het kasteel. Een halve eeuw nadat de voorzanger Hans Bloemendaal, toen nog een jongen, vernam dat hij amper familie meer over had. 5 eeuwen nadat het kasteel werd belegerd door de bisschop van Utrecht. 7 jaar nadat het huis van de familie Nobbe in de as werd gelegd, waarna langzaam hetzelfde zou gebeuren met de herinneringen van mevrouw Nobbe. En 50 jaren nadat in het moeras vlak bij het kasteel Canadezen zaten ondergedoken. Nou ja, ik had contacten in het dorp. Zij wisten dat ik hier natuurlijk het landgoed op mijn plekje kende. En hebben me toen gevraagd of ik een geschikte plek wist om deze ontsnapte Canadezen te verbergen. En dat was midden in een moerasgebiedje, wat er nog is. Daar was een eilandje in. Of een schiereilandje eigenlijk. En daar hebben we een. Toen hebben we een tentzeil gestolen van de Duitsers. En daar hebben we een mooie tent opgezet. En daar heb ik een tijd met die mensen verkeerd. Leuke tijd? Pardon? Leuke tijd? Ja, dat was wel een spannende tijd. Ja. Mijn moeder kookte toen. Hoe ze het voor elkaar kreeg, weet ik niet. Maar soms voor 20, 25 man. En dat werd dan ergens in het bos gebracht. In pannen. En die pannen nam ik dan weer mee naar de plek waar we ons hadden verborgen. Maar dat is dus maar een hele korte tijd geweest. Maar een mooie tijd. Ik bedoel, oorlog, daar mag je niks anders. Ja. Dat was een spannende tijd. En ik ging niet naar school en dat vond ik natuurlijk heel prettig, want dat vond ik nog niet zo prettig gehoord. En toen ben ik direct, na de bevrijding, moest ik met een vriendje en nog een paar BS'ers moest ik een boer arresteren. Die was dan verkeerd geweest in de oorlog. En moest dat boerderijtje omsingelen en toen kwam er een heel oud mannetje van. Nou, in mijn herinnering, misschien een man van een jaar of 70, kwam de deur uit en die moest dan gearresteerd worden. En toen dacht ik, dat is toch geen werk voor mij. Maar alweer, je mag het niet zeggen, maar als je de oorlog herinnert, veel mensen herinneren het zich ook als een spannende tijd. En de periode daarna, maar weer als een saaie, vervelende ontgoocheling. Nou ja, ik ben toen naar Indië gegaan en dat had. Die politionele acties waren natuurlijk ook wel spannend. Maar de periodes ertussen, dat was een ellende. Je mocht niks en dat was hoogst vervelend. Maar het was natuurlijk een prachtig land en dat heb ik op staatskosten gezien. Ik ben er 3 jaar geweest. U hebt die politionele acties meegemaakt? Ik heb alle politionele acties meegemaakt. Wanneer merkt u eigenlijk voor het eerst dat er iets misging met uw vrouw? Nou, dat is eigenlijk geleidelijk gegaan zonder dat we er zelf erg in hadden. Dat is in ongeveer een jaar of 3 geleden, dan ga je het merken, dat ze wartaal praat of zo, of dingen vergeet allemaal. Want ik heb een. Ik was 14 jaar getrouwd, toen heb ik een brand gehad. Ik woonde zelf in de Welleminestraat op 47. En ik was 14 jaar getrouwd de andere dag. En er moest enkel linoveld gelegen worden in de keuken. En dat zou de jongste doen. En toen kwam de oudste, maar ik was er zelf niet, want ik doe nog verenigingswerk. Ik was hier vrijdag, was ik er niet. En potverdorie, zei, hier heb je het nou nog niet gedaan. Nou, ik zal het wel eventjes doen. En die ruimte kamer leeg, de keuken leeg. Het gas en alles uit. In de kamer was versierd en ik had er wat bloemen gekregen. Want er zouden allemaal kennissen van me van buiten vandaan komen, van de Heerlen, van Rotterdam en zo. En op een gegeven moment was er een steekvlam in de versiersel valt op busbizonkit.
Nou, dat gaat exploderen. Hij weet nog de bus naar buiten te schoppen, naar beneden. En beneden op de eerste etage is hij geëxplodeerd. Nou, ze zijn nog in de keuken gevallen, in het vuur en zo. Jullie met z'n tweeën? Heb je er meegenomen naar het dak toe, naar boven. Toen zegt ze, nou ga jij maar, ik red me wel. Nee, niks ervan, je gaat mee. Je hebt je uitzet me nog meegenomen naar het dak. En ze waren nauwelijks op dak. De vlammen sloeg achter hen aan. En vanaf die tijd, ik denk dat ze een sok heb gehad of zo. En dat er geen een van allen daar aandacht aan hebben besteed. Ze hadden er eigenlijk mee moeten nemen naar het ziekenhuis. En dat hebben ze niet gedaan. En vanaf die tijd is dat steeds minder geworden. Dan zeggen ze, ja, maar dan kom je van de brand. Maar ja, je weet het niet. Waar dat van komt. Het kan wel een schrik zijn geweest dat ze echt een shock heb gehad. En jullie hebben je 40 jaar gehuwelijk. En die ging de volgende dag gewoon door. Nou, het gaat als een rits voorbij, hè? Als een flits gaat voorbij. Want je weet het zelf niet waar je geweest bent. De jongens hadden een reisje aangeboden aan ons. We zijn er naartoe geweest in de sneeuw. Ja, nu weet ik het natuurlijk. Maar toen wist ik het niet. Als in een droom. Ja. Het huis, dat staat een flits voorbij. Het huis waar je ontzettend veel van hield, lang hebt gewoond. Ja, ja, ik had er 43 jaar gewoond. Ja, met uw vrouw jarenlang gewoond. Ja. In de fik. Ja, je hebt niks meer. En hoe veranderde zij daarna? Ja, natuurlijk steeds werd het minder met haar. Ze had het er altijd over en zo, over brand en brand. Nou, vanaf die tijd is het steeds minder geworden. Dus goed 2,5 jaar, 3 jaar terug. Well, let's see. You know, we've always said, maybe, I don't know if you've done this in the cases you've testified in, but that extremely arousing, upsetting, frightening events can produce problems for memory. So I can't count the number of times that I've said that in different cases where there's a shooting or something violent happens, or maybe it's a horrible accident. I have focused on some of the problems to try to counteract this belief that when something traumatic happens, there's an indelible fixation in the mind, which people freely claim. So I look at the research and I see that it's a bit confusing, but at least some of the studies show impairments of memory for the highly upsetting or highly arousing version. Now, moving into this, well, maybe we don't want to move in just now until we settle that problem, but moving into the repressed memory claim, they want to claim both amnesia and then indelibility. And so it's, they sort of want to have both pieces. I don't know what you're doing about that or what your experience. The essence of such experiences are not easily forgotten. People don't easily forget that they ever were taken hostage in a bank by a bank robber or so. They just delete the whole event. They don't forget that. People don't forget that they have been in a concentration camp during the war or so. They never forget that. They may forget details, but they don't forget the event as a whole. That never occurs. Ik schreef er ook over, maar eigenlijk is dat geen schrijven, het is schilderen. Iemand heeft me wel eens gevraagd, ja, schilder je met olieverf? Heel nauwkeurig. Of wat doe je? Nee, het zijn watercolors. Het zijn aquarellen. Want zelfs die scènes zijn niet allemaal, alle details zijn even duidelijk. En soms heb je de indruk dat je later, wat het is, opvult. Wat dat nou precies is, kan ik niet zeggen, maar dat je later het beeld iets duidelijker krijgt als je erover leest of als je andere mensen erover gesproken hebt. Dus ik weet niet of alle details helemaal precies zijn zoals ze in mijn geheugen opgeslagen zijn. Misschien is er later iets aangevuld. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk op het ogenblik, als ik dat soort dingen beschrijf, niet lees over dat soort dingen. Want je bent doodsbang dat je dat je herinneringen transformeren, ja, onder indruk van herinneringen. Precies, van anderen. Ja. They can give you a lot of detail. Nothing of what they said actually appeared to be wrong, really essentially wrong. It's only wrong in, say, the details. Wrong names get attached to the wrong people.
Some things they completely forgot, like, say, in the concentration camp I studied, there was a separation between the part where the Jews were living and where other people were living. None of the Jews survived, the others survived, and many of them forgot about this other part of the camp. They never mentioned it, and they didn't seem to remember that. Mm-hmm. But the very good explanation for that is that even at that time, that was not essential to them. They were surviving in their part, and what happened in another part, was not the big issue. So if you would say they forget something essential, then you should first prove that it was essential at that time, mm-hmm. but still they've forgotten it. It's quite possible that things appear to be essential now, and then they seem to have forgotten something essential, but it wasn't essential at that time, it was trivial. Nothing to do with their survival. Nee, ik denk wel dat het grootste verschil in het KZ-syndroom is dat er twee verschillende soorten gevangenen waren. Namelijk, er waren mensen die om een of andere reden dachten, weet je wat, we gaan toch meedoen, we gaan in het verzet. En dat ging dan mis en dan kwam je in zo'n concentratiekamp. En er was de andere categorie, dat waren Joodse mensen. Die hadden niks gedaan en die werden opgepakt omdat ze Joods waren. En het zou wel eens kunnen zijn dat dat psychologisch veel moeilijker te verwerkelijken is. Omdat je ik kan altijd zeggen, ja, ja. Ik heb het best gedaan, het heeft niet goed. Ja, eigen schuld, dikke bult. Ja. En toch nog een beetje trots. Maar opgepakt worden als oud vuil zonder enige verklaring. Ja, en dan met vrouwen en kinderen erbij. En dan, ja. Het is erger. Maar er loopt vreemd genoeg een soort van een kloof in die generatie tussen de Joodse teruggekeerde gevangenen en de niet-Joodse teruggekeerde gevangenen. En iedereen is ontzettend vriendelijk tegen elkaar en ze worden eigenlijk toch nooit vereenzelvigd met elkaar. Nou ja, ik wilde u vertellen, ik heb maar een paar maanden op Java gezeten en op Java is die guerrillaoorlog veel en veel harder geweest. Oh, er was een veel dichtere bevolking en er was een veel. Die oorlog was daar veel harder. Ik heb dus op Zuid-Sumatra wel wat meegemaakt en wel een beetje onder vuur gelegen, maar het was toch een beetje spielerij ook. En, vrijwillig, ik zat dus in een panzerwagen, maar vrijwillig heb ik heel veel patrouilles meegelopen, de Rimboe in. En dat was voor mij als buitenman was dat interessant. Echt min of meer de jungle in. Ik ben een meester in het verdringen van onaangename gedachten. Maar in je slaap kun je dat niet. Dan ben je niet meer heer en meester. Dan kan het komen. Maar als u vraagt in je dagelijks leven, kan ik. Hoe? Ja, hoe dat werkt. Misschien een hele reeks processen, eiwit, synthese. Ik weet niet hoe dat werkt. Hoe dat is, ik draai een schakelaar om. Figuurlijk dan. Ja, misschien kunnen andere mensen dat niet. Ik kan het. Ik kan het. Ook in die zin dat als er een beeld komt aanstormen, hè, van destijds, dat u het als ware kunt wegslaan. Zeggen van weg, nu niet. Ik ben nu met iets anders bezig. Omgekeerd. Ik zoek het werk op. En het intensieve werk, dat helpt je bij het omzetten van de schakelaar. Ik richt die gedachten, die waarschijnlijk ook beperkt zijn door iets ruimtelijks, om zo te zeggen, op iets geheel anders. En dan is er geen plaats voor de oorspronkelijke, nare gedachten. Nee, je moet heel hard werken om jezelf voor te blijven. Ja, zo is het. Nou zijn we op één lijn. Zit u niet goed, mevrouw Nobbe?
Mevrouw Lobbe, zit u niet goed? Of zit u lekker? Zit u lekker? Ja. Ja? Ga lekker achterover leunen, of niet? Allemaal lekker achterover leunen. Zo, tegen, met je rug er tegen. Zo, ja. Zo, lekker zitten. Zo, op je gemak zitten. Maar kunt u dat de hele dag volhouden? Want ik kan me ik voorstellen... Ik wel, hoor. Ja? Ik wel. Ik kan het. Ja, het klinkt moet afschuwelijk klinken. Want als ik naar zo'n vent keek op de televisie die dat zegt, zeg ik dat opscheppen. Ja, maar het is een voor mij bijna een levensnoodzaak geweest om het te doen. Ja, want met het voortdurende besef van wat er met uw ouders, uw zusje en anderen is gebeurd, daarvoor kunnen we toch zeggen, daar valt normaal gesproken niet mee te leven. Dat is betrekkelijk. Als je meent dat je niet mee kunt leven, dan moet je ophangen, zou ik zeggen. Mm-hmm. Dan hoef je niet. Maar ik denk, de drang naar leven, die moet je helpen om er overheen te komen. Want wat kun je dan nog, doen? Zelfs als je de moordenaars van toen allemaal doodgeslagen, had je ook niks veranderd meer. Ik denk dat we heel veel elimineren en verdringen. Wat ik overigens buitengewoon gezond vind. Verdringen. Er zijn een aantal dingen die je gewoon moet verdringen. Daar kan je niet altijd stil bij blijven staan. En daar slaag je ook in, als je wil. En wat was de vraag? Over in feite alles opslaan wat we meemaken. En daarnaast wat... Nee, natuurlijk niet. Er gaat ontzettend veel weg. En dat schijnt dan toch wel verborgen te zijn, maar er zijn ook dingen die van zijn leven niet meer terugkomen. Ja, wat bedoel je dan met verdringen? Weet jij van bepaalde dingen dat je ze verdrongen hebt, dus weet je nog wel dat ze... Ik weet wel dat ze er zijn, maar ik heb ze op een zijspoor gezet. En ik weet dat ze er zijn. En als ik wil, kunnen ze komen. Maar ze spelen mij niet te buis. Ondanks dat de herinneringen mij zo in een wurggreep nemen, maar zijn er ook bepaalde herinneringen die ik niet toelaat. Ja, maar je weet wel welke het zijn. Ik weet wel welke het zijn, ja. Ik bedoel, je kunt ze nu aan tafel, als ik zeg, ja, van roep ze eens op, waar gaat het om, dan kun je ze benoemen. Ja, dan kan ik zo, kunnen ze zo tevoorschijn komen, maar ik ben de baas. Dus roep je ze niet tevoorschijn nu? Nee. Zouden ze wel willen. Ja? Ik zeg, dat zouden ze wel willen. Om de hele zaak te verpesten en te overheersen. Ja. Ach, dat zal. Er zijn nog wel natuurlijk wel verkeerde dingen gebeurd, misschien, maar. Ik heb ze eigenlijk nauwelijks meegemaakt. Er verhoeren van guerrilla-krijgsgevangenen. Ja, die waren vrij hard. Mensen werden niet doodgeslagen, maar ze kregen wel eens een goede opdonder. En dat was ook wel nodig, want die inlichtingen die waren belangrijk voor ons. But does everybody manage to deliberately forget some things he doesn't want to be remembered on? You said, say, 5 or 6 times, I don't want to I must try be that, remembered. I must try that. What? That 5 or 6 times conscious forgetting of yours. You know how to get rid of the problem that is nagging? Well, the Indians, the Zen, I think, people offer a terrific suggestion, and indeed it works in many ways. Well, for instance, you have to repeat the name of whatever it is, of the person or of the thing that troubles you. For instance, George Washington, yeah? You say George Washington, George Washington, George Washington, George Washington, George Washington, George Washington. You don't become obsessed. And there is no George Washington for you the 6th or 7th try. Some say write it on a piece of paper and burn it. Well, no, that's... Well, that's very English. That's very English, yeah. Kun je herinneringen verdringen? Heb je het gevoel Ik denk het haast wel. Bewust. Maar als ik ze verdrongen heb, succesvol verdrongen heb, dan weet ik niet meer wat die herinneringen waren. Dus ik denk dat je het woord verdringen niet letterlijk neemt, dat je ze een eindweegs terug kan dringen. Een beetje naar een soort rommelzolder. Want waar zit in de schedel die afdeling hardpapier? Dus je
Natuurlijk koester je aangename herinneringen meer dan onaangename. En al helemaal herinneringen waarvan je denkt, nou, daar was mijn rol nou niet zo, zo briljant. Die douw je nog een eentje verder naar achteren. Je hebt het gevoel dat je heer en meester bent over je eigen geheugen. Dat je het een beetje kunt inrichten zelf. Nee, heer en meester ben je niet. Nee. Je kan een beetje verkeersagent spelen, denk ik. Nou, laten we dat dan maar even laten rusten. Maar het in onbewaakte momenten overvallen worden door herinneringen. Ja, dat hou je niet tegen. En als hij eenmaal op de voorgrond is geraakt, dan kan je wel zeggen, ga weg, smerige herinnering. Maar dan moet je weer aan iets heel leuks denken, voordat je hem weer weg hebt. Wordt het minder of meer dat je geconfronteerd wordt met herinneringen die je liever bij de voordeur zou wegjagen? Nee. Achteraf ben ik natuurlijk gezien, als ik nu alles over die ben ik nog niet zo'n schurk geweest. Vandaar dat ik in dat boek ook heb geschreven welke dingen ik heb gedaan in het kamp waar ik niet trots op ben. Ja, achteraf gezien zijn het nog maar kleinigheden. Maar toch moet rekenschap over worden afgelegd. Maar hoorde u die verhalen niet daar op Sumatra? Van wat er op de andere eilanden gebeurde? Ja, maar ze gebeurde bij de tegenpartij ook. Huh? En nogmaals, dat is geen excuus, maar het... De guerrilla-oorlog is trouwens überhaupt oorlog, is hard en, ik moet de ridderlijke toestanden, die bestaan in moderne oorlog niet. Je schiet elkaar op een grote afstand dood en je hebt geen contact. Geen lol aan. Niet zoals uw voorouders. Ja. Nee, ik neem aan dat het toen, kan het wel eens anders gelopen zijn als je echt, met een degen of een zwaard vecht, kan ik me voorstellen als je iemand uitgeschakeld hebt, dat je nou niet behoefte hebt om die man ook nog echt dood te maken. Ja, dat zal dan ook vaak niet gebeurd zijn. Maar hier is het moord op afstand, met afstandsbediening. Ja, hier is het op afstand. Ja. Maar je bent een keer terug geweest. Later. Naar Indonesië weer? Met Gon en met Eddie. En... Naar Indonesië weer? Dat herinner ik me niet. Hoe lang zijn jullie er geweest? Een maand. Zijn we toen met z'n drieën? Ja, nee, met Eddie, Karin, de moeder van Eddie. Oh ja, en jij? Ja. En ik met de boot? Nee, met het vliegtuig. Oh, met het vliegtuig. Nee. Oh. Waar zijn we toen geweest? In welke stad? Surabaya weer? Surabaya, Semarang. Oh ja. Het Yogyakarta. Ik herinner me daar niets van. Nee. Wel van mijn jeugd. Ja. Dat we daarna nog een keer naar Indonesië zijn geweest, daar weet ik niks van. Nou ja, zullen we wel. Het was natuurlijk niet indrukwekkend, want ik zag allemaal oude beelden. Jawel, je vond het wel heel mooi. Ja, dat was. En je hebt oude huis nog teruggezien. Ja. In Porong. Ja. Dat was een kostelijk huis, hè? Ja. Woonden daar toen andere mensen in, hè? Ja, nu was het een... Polykliniek? Ja, precies. Wat? Ja. Polykliniek. Ja. Ja, ik was het vergeten. Zo'n aanhangsel van een ziekenhuis, hè? Polykliniek was het. Hoe weet je dat nou? Ja, nou, zie je. Ja, want het was zo'n groot huis. Het was het huis van de assistent Wedono. Ja. Purbo Kusumo heette die vent. Dat is een heel mooi huis. Ik vind het knap dat je weet dat het nu een polykliniek was. Ja. Ik was het vergeten. Ja. Ja. Moritz, je herinnert je dus helemaal niet dat je terug bent geweest naar Indonesië? Nee, met Eddie en Gon en Eddie's. Wat? Dat je terug bent gegaan naar Indonesië later, herinner je je niet? Nee. Maar je weet wel dat je ouderlijk huis nu een polykliniek was geworden. Ja. Dat weet ik niet hoe dat komt, dat ik dat vermoed dat het een polykliniek is geworden. Ja. Want ik heb het nooit
echt gezien als polykliniek. Maar ik denk dat ik het vernomen heb. Maar zo'n patrouille lopen, de spanning, het landschap, wat herinnert u zich daarvan? Wat voor beelden zijn daar? Ja. Zoals ik u vertelde, als buitenman interesseert me natuurlijk het landschap, interesseert me de bossen. Dus dat nam ik mee. En ik verdwaalde ook niet gauw. Ik verdwaal in een nieuwbouwwijk in het westen. Verdwaal ik eerder als in een bos, ook in Indië. Ja. Maar komen er nog vaak herinneringen uit die tijd terug, uit die tijd in Indonesië? Speciaal. Nee, dat is op een gegeven moment toch vervaagd. Ik heb ook helemaal niet de ambitie om daar nog een keer heen te gaan. Nee, ik heb het wel gezien. Het was een kostelijk huis. Een knaap van een huis was het, hè? God. Vol met sproken. Achter een grote tuin rechten. Weet je, nou, het was werkelijk een paleis was het. Nou, ietsje minder was het. Ietsje minder, ja, maar het was werkelijk een kostelijk huis. Je bent nu in een paleis bijna, ja. Zou ik maar zeggen, hier. Was het net zo'n groot huis als hier, waar je nu zit? Nou, bijna. Ja, maar dat heb je altijd. Mijn ouderlijk huis, als ik terug ga, is ook veel kleiner dan ik dacht. Bij jou ligt het andersom. Ja. In de herinnering. Ja. Hoe was het Gon toen jullie... Want jullie zijn teruggegaan naar Indonesië. Ja. Later, met Gon en Eddie. Hoe was het toen met Morris, toen hij in Indonesië rondliep? Bijvoorbeeld toen hij zijn ouderlijk huis weer terugzag en de hele sfeer. Ja, dat gevoel dat hij thuis was. Ja? Ja. Ja. Hij was heel erg op zijn gemak. Ja. Echt een idee van, ik kom thuis. Ja. Ja. Ja, je zegt ja, maar je herinnert je dat niet, hè? Nee. Dat je daar rondloopt bij je ouderlijk huis later. Nee. Want ik heb leid ook aan geheugenverlies, hè? Ja. Al jaren. 14 jaar. Hè? 14 jaar. Oh ja, dat weet ik niet meer. Ja. Maar heeft u het gevoel dat zij er veel aan heeft dat u komt? Ach, ik weet het niet. Ik ben zelf, heb ik een cursus gevolgd in verlegenskliniek. En er zaten 3 doktoren zaten daar ook. En er zaten 10 mensen. Die hadden allemaal een vrouw of een man. En ze wisten het zelf niet. Dokters weten het zelf niet. Ik ben in een tour gegaan hoe ik met mijn vrouw om moest gaan. Nou, ze weten het zelf niet. Want ze veranderen van de ene seconde op de andere seconde. Wat bedoelt u? Nou, wat de gedachte in alles aangaat. Zo kun je even behoorlijk met te praten, zo zit ik kwijt. Als u behoorlijk met te praten... En ze vangt wel alles op, maar ze kunnen het niet weergeven. Ja, heeft u het gevoel dat ze nog wel van alles hoort en ja, opneemt? Ja hoor. Maar ja, ze kunnen niet uitspreken meer, ze kunnen geen zinnen meer maken. Maar en dan moet je altijd maar raaien wat ze bedoelt. En dat is moeilijk hoor. Dat is ontzettend moeilijk. Maar heeft u nou het gevoel dat, terwijl ze nu luistert, hè, uw vrouw... Ja. Dat ze donders goed weet waar het over gaat? Ja, hoort ze hoor. Ja, ze hoort het, maar ze begrijpt het ook, denkt u? Nou, dat denk ik niet, want het werkt niet meer. Anders kon ze wel gewoon praten. Dus dat werkt niet meer. De gedachten werken niet meer. Ze vangt het wel op, maar ze kan het niet weergeven meer. Het is net zo goed als dat ik meeneem in de auto... Nou, dan staat ze voor gaat ze rustig zitten op de treplank. Als ze erin stapt, dan weet ze niet wat ze met de rechterbeen in moet stappen of de linkerbeen. Dan blijft ze gewoon staan. En ik draai mij om en ze stapt zo in. Dan sta je versteld te kijken. Hoe dat mogelijk is. Suppression, perhaps, is a real thing. You may suppress a certain memory. You can? Yeah. Oh, yes, you can. How? Yeah. Well, you just, two, three, four, five, six times, you say to yourself, no, I didn't sire that child. Or perhaps you say, well, I won't remember about that.
I want to think about this. I want to think about that. And six or seven times you've done well, maybe the seventh time around, you may not remember this. Mm-hmm. It happens. Yeah, but I think a writer has a better way to forget, you know, bad memories, which is writing about them. That's the way. But do you really think that writing about them helps you forget them? Because I find the opposite. Writing about them helps me remember them. In my case, each time that I have used bad memories as raw material for writing, you've eliminated it. Absolutely. That has been the best cure, you know, for these bad memories. Mara, can I... If I want to remember something, I write about it. And you remember when you are writing about it, but then you are completely detached of the... this becomes, you know, literature and story and... Mara. Yes. I suppose it qualifies. There's a... Hold a second. Well, if what you're saying is true, I'm just playing the devil here. Not the devil's advocate, but the devil himself. If what you're saying is true, it means that literature or writing for you is in many ways a form of therapy, as it were. Yes, therefore. No, I think I don't think it's only. No. But I know that. Yeah. But an aspect therapy is there. Yeah. Yeah. So therefore, suppose you write novels, and you've written plenty, not to mention the short stories. not to mention presumably essays. So what should have happened then to all your bad memories? If I had none left. A happy man. Fortunately or unfortunately, I have so many bad memories that I have a lot of material for writing about. So don't worry. Yeah, okay. I'll keep writing, you know. Yeah, okay. But it's not your case. When you write a poem, not at all. You are not you don't get rid of the. It's a totally different medium and totally different enterprise. Why? You don't really, in fact, employ your experiences. Mm-hmm. If only because in poetry you are after something else. You are trying to create something which can be squared with any experience. Yeah. That's the result. But I mean the process towards this result. No, well, involve your memories and your experiences. But it's not like this at all. Well, that is first of all, poetry is very seldom narrative, and even when it's narrative, the main vehicle in a poem in the process of composition is simply the next word. Yeah, that is you want this rhyme or that rhyme, etc., etc. You are concerned with euphony. You are concerned with stylistic innovation, if you will, whatever it is. Yeah, you're concerned with an effective turn of the phrase and with a good, unprecedented rhyme, and the very aspect of unprecedented of doing something totally novel. Yeah, well, for yourself anyway, by your own book. Yeah. Well, gets you into a completely different sort of a sphere of operation. Yeah. Well, you may use your memory. If it's a useful memory. Yeah. If something occurred to you, some simile occurred to you. Yeah. A while ago, and you didn't use it before. Okay, I'm going to use it now. Something like this. In fact, in process of composition of writing a poem, you try to eliminate what's known to you, about your own life and what you've learned from the others whom you've read or met, yeah? It's more or less like this, yeah? But I'm serious. I think, I think you are serious, but most of what you have said I think is valid also for the writing of a novel, mm-hmm. but with the difference that the point of departure for the story, for the anecdote, which you can't really eliminate, even if you try, is your own experience of the world. That is your memories, you know. But I think this is the point of departure. Experience of the world. Point of departure. I think this becomes completely changed, transformed in the process of writing in poetry, and story. Your experience of the word. Mm. Can you really dissociate the word from the world? You can. Really? You do. You do, of course. Yeah. I think at the end of the process, when you finish a book and you really achieve something
then you emancipate, you know, you have emancipated the story or the poem from the real world. But this is the end of the process, you know. And ik kan niet geloven dat ik 65 ben. Ik heb soms het idee dat ik, als ik iets aan het schrijven ben over toen, ben ik toen. Niet nu. Dat was heel hinderlijk voor mijn vrouw toen ik de Drenkeling schreef. Ik leefde gewoon in die tijd. Jongetje. Jongetje, ja. Vernichtingslager. Ja. Maar mijn geest zit daar. En allerlei dingen van toen komen boven. Het is een soort associatieketen. Je bent ermee bezig, je beschrijft het. Je gaat eten beneden, dan is het even eventjes weg. En dan aan tafel heb je plotseling weer een associatie en dan komt het weer boven. Niet dat je als kind je gedraagt. Misschien wel, maar dat, ik hoop niet dat ik dat ooit gedaan heb. Ik hoop het niet, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat die keten verschrikkelijk is. Want die kan je eigenlijk niet goed remmen. Tot het klaar is, nou dan is het weg, door goddank. Ik kijk het ook vrijwel nooit meer in. Want? Ik wil niet meer terug in die keten. Nee, maar als jij geschreven hebt over een aantal gruwelijke beelden die voortdurend op je netvlies zijn blijven branden, ben je ze dan kwijt? Nee, zeker niet. Maar ze zijn gekoeld. Dat heb ik al eens meer ergens gezegd. Ik hoef van binnenuit niet meer de neiging te hebben om voortdurend het vast te houden. Geklemd. Als het geschreven is, dan ligt het daar. En dan, het beeld wat ik altijd gebruik, heeft computergeheugen weer wat ruimte. You hate to paint the war and... Maar wat een fijn boekje had in tegen buiten dat ik vader. En ik kocht een goede baan geur zijn. Oh, yes. Dat ik een baan met een mami gaan bij de stolen. Tegen een fijn boekje. Dat was twee jaar ago. Well, you see, that's just whatever happens, and you know, whether in war or whether some of his pictures were stolen at one of the exhibitions, he felt about it very fiercely. You know, on one occasion, on 6 o'clock news one Saturday night, he was watching news, and it was just a flash news of his beautiful, beloved bookshop was damaged by fire. You know, just a fraction of a second flash. And he was absolutely shattered, you know, with the news like that. His beloved bookshop was damaged. Well, Monday, Tuesday, Wednesday, he had to get it out of his system by drawing a very large picture. I think you saw it on the film, documentary film, fire of that bookshop. Do you remember, Richard? Richard, do you remember the fire in the Thins bookshop? Yes, 23 years ago. Yes, 23 years ago. What happened? Somebody put the fire on, you see. He lost my handbag and living in Dr. Barber. Yes, And that was how many years ago? 20 years ago. Well, 20 until years the festival of time. Oh, it's all right, Richie. Well, it's all right now, is it not? Yes. I personally feel about the relationship between memory and fiction that memory serves as the structure of what is real in fiction rather than something that one uses. I actually personally prefer leaving my memories and my life alone, but to use that as a basis from which to invent worlds. I mean, there's a beautiful line in Tao in Lao Tzu where he says, by your village, you know other villages. By your world, you know other worlds. That's perfectly true for me in terms of fiction. Mm-hmm. By your life, you know how to, as it were, invent other lives, even if you don't know them. And so for me, I actually prefer the multiplication of memories and experience through fiction, rather than the mining or the use or the excavation of my own. Mm-hmm. Well, you just mentioned Paracletus a while ago, yeah, didn't you? Yeah. Well, I could have started right now writing a poem simply because I would rhyme Paracletus with something. Or because, well, whatever it is. Or because I haven't used that word before,
Well, on paper. Okay, that name. Yeah, okay. That's how it goes. And that's different. Well, that's where, well, our occupations part. Well. Well, I think it's not our occupations. I think it's problem of individuals. I think it's very different from writer to writer. You know, I think it's... You mean the other poets who would feel differently? And novelists, yeah, novelists who can agree entirely with you, yeah. You know. I think this is very, very... You can try to can try to narrate a story in a poem, or you always do, very frequently you do, or yes, in some sort of in course. One manner. Well, but I don't believe that when Dylan Thomas writes, especially when Dr. Wind whispers the fingers, punishes my hair, caught by the crabbing sound, I walk on fire and cast a shadow crab upon the land, that he's really referring to any particular, well, to any sense of October anyway, yeah? Mm-hmm. He's simply, he came up with a rather, great velocity within the iambic pentameter, and that's why he writes, well, to convey the wind, not the October wind, yeah? Mm-hmm. Well, yeah. Well, one of the best books Some Forgotten Memory. You know, one of the in England it would be non-stop. You know, one of the of the best books that I have read in my life of literary criticism is a book called The Road to Xanadu that you probably know. Yeah, of course. Xanadu, yes. Well, but it's not extraordinary in this book how it is proved that the rhyme of the Ancient Mariner, which mm-hmm. seems so detached, you know, from the personal life and the personal experiences of the poet, can be documented practically verse by verse in personal experiences and personal memories of it's of, a very Caesarean concept, essentially. Well, yeah. But that doesn't mean that the book, the poem should be read as an autobiography, certainly not, but there is a raw material out of which he built something which was completely different, of course, of his life. But that's narrative poetry. The only, yeah, well, that's narrative poem. But it's great poetry, yeah, too, at the same time, you know? Mm-hmm. Well, that is well. Well, I'll tell you one thing, something very simple. Well, you can have a most dramatic experiences, like, well, for instance, spend 20 years in the camps, or survive the bombardment of Hiroshima, or God knows what, etc., or travel around the world, and you produce not a single line. Absolutely. Whereas yes, a one-night stand yes gives birth to an immortal lyric. But I don't, I don't think, and I don't believe, you know, that important experiences can be measured in objective terms for writing. Not no, at all. No, there are some experiences that are fertile for writers, and some, and this is a very private, a very, very intimate, you know, process, which I don't think can be valid for everybody. What about Alexander's Ragtime Band? Okay. Is mevrouw Nobbe op het kasteel om te laten zien wat een brand of de ziekte van Alzheimer met ons geheugen kan uitrichten? Is de blinde Derek Parafaccini hier alleen om piano te spelen en nu en dan wat te zingen? Is Moritz Kommer hier naartoe gekomen omdat we per se iemand wilden ontmoeten die zich telkens opnieuw alleen de laatste 3 minuten van het bestaan herinnert? Het antwoord op alle 3 de vragen is nee. Ze zijn hier vooral om andere redenen. Redenen die, naar we verwachten, langzaam duidelijk zullen worden.
is Richard Wavrow vanuit Schotland afgereisd om zijn commentaar te geven op de oorlog in wat ooit Joegoslavië heette. Het antwoord blijft nee. Do you know what's happening with Yugoslavia, Richard? Oh, well, soldiers in command of a lion and come by. We have the news. Yes. Do you remember the war in Vietnam? Nearly a lot of people killed and wounded. Half a school, half a shop. And I remember all the shopping in Bangladesh and a big fire in Vietnam. You see, that's why he drew a nice picture. I mean, it's not a nice picture of Vietnam. You see, he was very, very unhappy. Even the tone of his voice just now tells you how unhappy he is that people are killing one another. But Richard, Richard, yeah. On the news, on television. You have a remember on the killing of Pope on 12 years ago. What happened? On 13 years ago. What? My mother on lot of the baby and the Pope. And the Pope, yes. What happens, you know? Something shook the Pope. Yes, oh yes. Uh-huh. Remember the Pope was shot at the, you know. Murder attempt. I mean, yes. He is very, you know, he feels about it, you know, fiercely about it. You know. That's why. And he has a chance to express himself in the form of the picture he does that, you know. Yes, Richard. Yes. Richard. When you see pictures of the war in Yugoslavia, for instance, on television, you don't want to paint it. No, happy that way. Oh, he wants rather happy pictures. Yeah, happy picture. Was het de bedoeling dat Ben Okri, Mario Vargas Llosa en Jozef Brodsky plotseling van wal zouden steken over poëzie en herinnering? Het lag voor de hand, maar het stond niet direct op de agenda. Is Gabriel Minna uit België afgereisd om op het kasteel te praten over zijn traumatische herinneringen? Oh, hij wilde wel iets over zeggen, maar daarom is het bij hem niet begonnen. Het enige was misschien als kind van 7 jaar, ben ik een jaar tezamen met mijn broer en zuster van thuis weg moeten wegens ziekte van mijn moeder. En dat heeft misschien wel... Dat was wel niet de plezantste tijd. Dat was in een soort kolonie, noemden ze dat. Dat was wel niet de plezantste tijd van mijn leven. En dat heb ik er misschien wel uit. Maar dat is dan ook het ene. En herinnert u zich minder van dat jaar, van die tijd? In het begin, jaren geleden wel. Dus kwam dat wel dikwijls terug. Maar nu, als ik op die plaats... Dat gebeurt nu niet zo dikwijls, misschien om de 3-4 jaar... Maar als ik op die plaats passeer, dan krijg ik nog wel eens koud. Dat moet ik wel zeggen. Als ik er gewoon naar kijk, onlangs was er zelfs op tv een programma over dat gebouw. En dat vond ik wel niet... Ik heb daar wel niet te lang naar gekeken. Maar dat is dan ook waarschijnlijk het enige dat ik in mijn leven heb. De vraag is intussen of Freud nog komt binnenstappen op het kasteel. Nu wij het toch hebben over de vraag of traumatische ervaringen een diepere afdruk achterlaten in ons geheugen dan alledaagse herinneringen. We zijn daar nu al ruim een eeuw ongezien van uitgegaan. Dat we, ongewild, worden bestuurd door het onderbewuste. Die duistere uithoek van onze ziel, zoals Vargas Llosa hem omschrijft, van waaruit al onze handelingen worden beraamd. Eén man die we o zo graag hadden ontvangen, is niet op het kasteel. Omdat hij dood is. Hij overleefde Auschwitz, wat van de rest van zijn familie niet gezegd kon worden. Hij geloofde niet in dat onderbewuste. Dat vuilnisvat van wetenschappelijke onkunde. Die stront waarin elke kip wel iets voedzaams vindt. Zoals hij schreef. Had hij zijn herinneringen willen verdringen? Hij kon het niet. Had hij al zijn gruwelijke herinneringen willen parkeren in dat magische onderbewustzijn? Hij vond het niet. Hij is eenvoudig aan zijn herinneringen gekrepeerd. Daarom is hij hier niet. Zijn naam was Menachem Arnoni. De vraag is echter
of zijn weerzin tegen de mythe van de verdringing en het onderbewustzijn, zoals hij het omschreef, wordt gedeeld op het kasteel. In de dinerzaal zitten de psychologen Merlin Donald, Ellen Baddeley en Elizabeth Loftus en de neurowetenschapper Gary Lynch. We zouden ze bijna vergeten. I don't think you have to be a Freudian to believe that you can deliberately choose not to entertain certain memories. I mean, kind of motivated forgetting. Yes, in the sense of being unwilling to retrieve certain. If you assume that retrieval, particularly of a remote memory, is a constructive activity that involves trying to set up the right retrieval cues, finding your way to that memory, then I think you don't need to be Freudian to assume that if, when you start trying to find your way to a particular memory, it feels uncomfortable, you go and attend to some other aspect of memory. So it seems to me that it is entirely plausible to assume that people do choose and prefer to think about and remember pleasant things rather than unpleasant things. Now, that doesn't mean to say that I would want to buy all the Freudian apparatus, and I suspect the Freudians wouldn't want to buy my interpretation of what's going on. But Ellen, here's the key question. Is there an editor out of the reach of your own consciousness that prevents you from remembering certain things? Isn't that the key question? Not whether you're able to selectively deny things. I have no doubt that sure, that goes on. But who is doing it? But yes. is there this other level capable of literally preventing access to your awareness of certain classes of memories? Yes, in your opinion. I've no evidence of that and don't find it a particularly useful assumption. Another model, which you wouldn't need the homunculus, is one that was suggested to me by my colleague Tony Greenwald, this junk mail model. Mm-hmm. You can tell it's junk mail without opening it up and throw it away. Uh-huh. And I think that's kind of a cute idea. I don't know how to translate that into an experiment or go a little further with it, but that's how you might avoid a collection of memories as you're starting to get close to them. Well, you mean a sort of junk mail editor on memory? Sort of, yeah. Yeah, what comes up you just push aside and wait for the meaningful stuff, the stuff that's got the first class stamp on it. Right. I'd and the cheap envelopes, you know, you get rid of those immediately. Some memories come to my consciousness and can be very a very innocuous kind of experience, an experience that doesn't sadden me nor makes me happy. It's something that is there, you know, and that I can experience in a very detached way. But in other cases, on the contrary, some memories are very painful, very, very painful, and actually reburied, you know, the feelings or of sorrow or of hate or of that was attached to the original event, you know, and this is also something that I cannot control. It's something that that happens, you know. So there is an unconscious mechanism which reactualizes the past in an uncontrollable way. It's very different when I am writing. When I use, I suppose, as all writers do, you know, my memories as a raw material for what I write. And when I am writing, I am trying
sometimes very hard to recollect things, faces, places, episodes, situations, moods, as Ben would say. And this is a deliberate process that precisely because I use it in a very, let's say, practical way, is something that I can control, and I feel that it's perfectly controllable by my own consciousness. But it's not always like that, you know. And there are many cases in which memories are there and affecting me in a very unexpected, you know, an uncontrollable way. You know? Ja, maar nu gebruik je twee termen die dus alleen maar metaforen zijn. Verdringing is een term. En verdringing bestaat alleen maar bij de gratie van een andere term, namelijk het onbewuste. Je kan iets verdringen naar een onbekend en ontoegankelijk gebied, als dat gebied bestaat. Maar als er zo'n gebied helemaal niet is, bestaat er dus ook geen verdringing. En dus jouw vraag, als een kind nou verdringt en dan zeg ik, ja, maar dat gaat uit van dat wat je wilt bewijzen. Waarom zou de verdringing zijn? Stel je zich voor, de hele wereld zou dagelijks gebukt gaan. Alle mensen zouden gebukt gaan onder het idee, wat een vreselijke wereld, wat gebeurt daar? En ze zouden niet ophouden te denken, dan kun je niet leven. Je moet het verwerken en soms verdringen. Onder de druk van alle informatie zou iedereen terstond bezwijken. Bezwijken, als je een enigszins gevoelig bent en je denkt eraan, dan word je gewoon gek. Want het is bijna iets onbestaanbaars wat er gebeurt. Onmenselijk, in de meest letterlijke zin. Maar gelukkig zit er iemand in het hoofd, of we zijn het zelf. Ja, of zijn ze. Ja, die schakelt. Schakelt. En uitschakelt vooral. En uitschakelt, ja. Schakelt, uit. Dimpt. Zodat we kunnen voortbestaan, ondanks de wetenschap dat het eigenlijk gruwelijk is. Ja. Maar hoe er gedimd wordt, dat weet ik nog steeds niet. Heb je het gevoel dat wij geregeerd worden, zoals Freud dat zei, door scherven van herinneringen, door onbewuste impulsen, door onbewuste herinneringen, eerder dan dat we zelf beslissen wie we willen zijn? Dat denk ik wel, ja. Ja, want zoals ik al gezegd heb, ik denk dat we niet zo gek veel in te brengen hebben. We doen onze schamele best, maar meer kan je niet doen. Wat je maar er zijn ook een paar dingen bij die ik echt niet toelaat. Dan zou ik haast zeggen, ik ben er ook nog. Maar het moet in de hand blijven. Anders bevind je op de rand van de waanzin. Ik geloof dat hij gelijk heeft. Het is zelfs nu nog zo, als ik me probeer te realiseren wat er nou eigenlijk was. Gelukkig kan ik me dat nooit helemaal realiseren. Dan zou ik waarschijnlijk ook in vogelenzang of ergens terechtkomen. Of je voor de trein gooien, wat? Nou, voor de trein gooien, dat is een heel gek probleem. Natuurlijk zijn er veel zelfmoorden geweest. Hè? Maar relatief vrij weinig. Hoe dat komt, weet ik niet. Misschien juist door de versuffing of door dat gordijn. Maar er komt ook iets bij van, en dat heeft Dof toen ook tegen mij gezegd, ik geloof dat ik het opgeschreven heb. Je wilt verder, je bent nieuwsgierig wat er verder gebeurt. En bovendien, ook dat klinkt misschien een vreemd, mij wordt wel eens gevraagd, ben je bang daar en daarvoor? Nou, eigenlijk ben ik niet bang, want wat kan mij ergens gebeuren dan wat er gebeurd is? Ja, je kan doodgaan.
Alleen, en hier moet ik een, onmiddellijk een aantekening bij maken. Wij waren jong. Wij waren 16 jaar, 15 jaar, 16 jaar. Maar mensen die hun, die getrouwd waren, die hun vrouw en kinderen hebben zien verdwijnen en wisten wat er gebeurt, die hebben het veel zwaarder nog dan wij. Ik geef je één voorbeeld, Eli Cohen. Die heeft zijn kinderen en zijn vrouwen zien vergassen. Of zien de verkeerde kant uitgaan. Hè? En ja, die heeft eigenlijk tot aan zijn levenseinde last van gehad. Can we skip another subject? Mm-hmm. The subconscious. Oeh! Out of the depths of our soul, our subconscious, where fragments of our memories are, guiding us without us knowing it, without us being in control. Can we get rid of the subconscious? Well, 1994, easily. 1995. Easily. What do you mean get rid of it? You mean not talk about it at all? Oh, no. I want to talk about it and then get rid of it. I see. You want to get rid of it that way. Oh, I thought you wanted to sort of kill it off by... In a expeditive way. Yeah. I need a beer talking about the subconscious. May I volunteer for this action? Yeah. Well, I'll be a brave man. It's all yours. Yeah, it's... thank you. You don't want anything? Yeah. It's all yours. You want to be the executioner. Yeah. Realm. No, I don't want to be executioner. Well, I can... Since we're talking about memory, I remember I was 23 or 24, and a bunch of my friends, we were discussing indeed subconscious, etc., etc., and simply out of the, well, not exactly because of the spirit of sort of being contrary, and I said, well, I said what I thought then, and I still think, well, the same. I claimed that I have no subconscious. They said, well, how can you prove it? I said, very simply. When I dream about, when I have an erotic dream, I do dream about torsos, maximum underwear, but I'm dreaming about the real things and not about birds or elephants. For a moment there was a silence, and then one of the most imaginative in our company said to me, but Joseph, maybe when you are dreaming about the torsos, the underwear, and that sort of thing, you are in fact dreaming about birds. You are in fact thinking about, well, you're desiring birds. Yeah. You mean it has its own language? Yeah, kind of, yeah. Wat doen we met dat onbewuste van Freud? Dat we gestuurd worden door resten, schimmen, verdrongen beelden, verdrongen herinneringen. Ja. Dat we geen enkele controle hebben over dat magische onbewuste. Nee. Kijk, eigenlijk is een veel nuttiger beeld. Een beeld waarin je zegt, het merendeel van wat wij doen is automatisch gestuurd. Daar hoeven we niet meer na te denken, dat gaat automatisch. Daar zijn vaste programma's voor die dat keurig laten aflopen. Autorijden is een voorbeeld van. Fietsen, daar hoef ik niet meer na te denken. Ja. Dat weten we en erover denken helpt zelfs niet. Daarnaast is er één kanaal waar alles gebeurt waar wij bewust over nadenken. Dat mag je bewustzijn noemen. En dat kanaal kan niet veel aan. We kunnen het een denken of het ander, maar twee dingen tegelijk, daar raak ik wel gauw in de war. En het is maar goed dat het meeste automatisch gestuurd wordt, want wat we allemaal in feite tegelijk moeten doen is veel te veel om het allemaal bewust te kunnen doen. En menselijk gedrag bestaat dus voor een flink deel uit automatismen. Maar daar zit niet in principe dat bedreigende karakter aan wat Freud in zijn onbewuste stopt. Hè, van verboden en straffen en geheime destructieve neigingen en weet ik wat allemaal. I like very much the idea of the subconscious in literary terms, yes. in poetic terms. And I think it's a wonderful discovery that produces really marvelous images and stories and myths, But I am always very worried when the subconscious pretends to be described in scientific way, as a secret order which can be identified and measured, in order to understand from that secret perspective our behavior and our
the civilian history and attitudes, and even more, you know, our social and historical dimension. When the subconscious become this, you know, I am extremely worried, because I think we enter in a very, very artificial, you know, and pretentious... Perhaps dangerous zone. Well, not dangerous, but false, you know. Well, about false in the sense that we can blame our unconscious for everything. The acts For everything that we wish, you know. And, well, it's a cellar where we hide all the things that we don't want to be responsible for. Well, it's the old conflict between God and the devil, now transformed into subconscious. If we mm-hmm. perceive the unconscious as something that is there, you know, an aspect of our personality that is not controllable by our reason and mm-hmm. Something that manifests itself, for example, through the functioning of memory or through dreams, you know. And yeah, that I understand. I think it's true. And I think it's a very, very important aspect of human life. But I think this very can be very easily manipulated, as has been the case since Freud, you know, and until very modern psychologies, in order to explain everything. I think this has produced a very distorted theories about human behavior and about history and evolution of human beings. So I think it's very important to be extremely cautious when we try to give a scientific description of the unconscious. Mm-hmm. Houdt u er rekening mee dat ze wel alles nog, of tenminste deel van de dingen begrijpt, die u zegt? Ja. Tegelijkertijd weet je niet zeker? Want als ik met mensen zit te praten, dan denkt ze, en dan hebben we het weer, dan gaat ze denken dat we het over er hebben. Daar hebben we het niet over, dan zit ik gewoon te praten met mensen. Want dan wordt ze kwaad. Dan komt ze het niet verwerken. Maar ze ziet ons wel belachen en praten. Ze kunnen ook een ene dichtklappen. In een gesprek. Hoe gaat dat als ze dichtklapt? Dan is... Nou, dan geeft ze geen antwoord meer. Was ze chagrijnig? Ja. Of als ze moe is of zo, kan ze ook zo dichtklappen. Wat voor dingen zijn er toch nog gebleven, want uw vrouw is heel erg veranderd. Ja. Maar waarvan u zegt u van, daar herken ik haar nog aan? Ja. De oude Nelleke. Ja, en het hele uiterlijke en zo. En de doen nog wel enkele dingen. Maar het zijn maar enkele dingen? Ja, het zijn maar enkele dingen. Voor de rest is een totaal veranderde persoon? Ja. Dat zeg je, je hebt een vrouw, maar je hebt er niets meer aan. What about fugue states? That's a very interesting puzzle. When you have individuals who have lived for 30 years and are very distinct individuals, and suddenly go off on a 2-week jag as almost another person. And have no recall of who they are, and no sense of self in that sense, although one might argue that they have a body sense that's clearly themselves, and they recognize themselves in that sense. But they don't know who they are in the broader sense. So who do they think they are? Well, they don't know. They literally... That's where their picture ends up in the newspaper. Right. Does anyone recognize this person? They find themselves... I remember many years ago when I used to see patients in New Haven, seeing a patient who one day found himself in Cincinnati and didn't know who he was or what he was doing. And over a period of a couple of weeks, he gradually recovered some sense of who he was and went back to
to where he was. But now, how is that possible? Yeah. But it's not, for example, what's being claimed in some of the cases that I've been working on recently, where they claim they had these traumas and they buried them in the unconscious for, you know, two decades or something. But did they lose their whole sense of identity, or was it just the trauma that was buried? No, they lose just supposedly the stream of rapes that happened to them between the ages of 5 and 15 or whatever is being claimed. And then, according to the theory, they reliably recover this decades later. And when I ask, what's your evidence that that memory works this way? Mm-hmm. They'll point to these psychogenic amnesia extreme cases like the Fugues. Yes, yes. I guess the question I have that I wanted you to address to some degree is why would it be possible for something as stable as your sense of self to be suspended? I can see losing details. I can see mixing up episodes, mixing up agents who did what and to whom and at what time and so on. But how could you lose your sense of self? But this is interesting. I'd like to ask you that question, because the only cases of this that I've actually read in the literature, the ones that apparently have this psychogenic cause, she's raped violently and loses her whole identity. He suffers the loss of his cherished grandfather and has this experience of going into a fugue state that resolves fairly well. I think that's Lumberjack, or one of the ones in the literature. And so my thought was, I don't know of any psychological explanation for this. Maybe there is actually some undetected neurological cause. I mean, it could be stress produced, but... But this is not a pattern, I think, you find in your neurological damage. I mean, what you find very often is that the capacity to retrieve information about your life, autobiographical memory, is impaired. But typically, the further ago, the less impaired. Exactly. As I understand it, very frequently in cases of fugue, there is a very good reason, in inverted commas, why the person would not wish to be associated with their present self, their past self. Discovery of a crime or some reason for literally escaping, for fleeing. So you're suggesting that either they're malingering or that there's an ulterior motive driving their ambition? Yes, I think the whole issue of retrieval, to what extent you don't retrieve something because you can't, and you don't retrieve it because you don't want to, I think is a very, very difficult issue, a very difficult area. But let's just take as one hypothesis that you lose your access to your earlier self because you want to lose access to your earlier self. And you are, in a sense, fleeing. You are trying to start again somewhere else. Deliberately, yes. Yes, more or less deliberately. So it isn't real amnesia, in your view? They're not really... That's the point. That the point? If by amnesia you mean a failure of memory, then in a sense it is. But it's, on this hypothesis, a failure to retrieve, a failure to adequately search, rather than a failure of the brain to have stored this. It sounds somewhat Freudian in a way, and I guess the question I have is, how much is it truly repression or denial, or that's the kind of terminology you seem to be using, and to what degree is it, as I said, malingering, or to what degree is a person really playing a double game? Yes, I don't think it is necessarily Freudian. I purposely left open the question of whether it, how much control there was. I don't think it's malingering. In the sense of deliberate, lying and... Deliberate deception. Deliberate deception. You don't think so? I don't have any evidence either way, really. And that's, I think we're not very good at finding out, I think. But I like the idea of the subconscious for just one reason, because it just suggests some of a lot of the things that we've been talking about together here, which is this place, this part of the domain of the human being that we don't know about, and yet is a source of energy and a place of darkness at the same time, possibly even a place of propulsion. There's something quite attractive about the notion of this rock that is kind of 9/10 below the surface.
If only for the reason, if only for the fact that it reminds us that there's a whole part of us that we're never entirely going to know or entirely be able to understand fully. I think it keeps alive a certain humility and a certain questioning. I think just for that, it's good to have it. There's some dark side of existence, conspiring against you or doing what you don't want to do. And no, I think it's nonsense. Yes. Because, well, yeah, it's basically... it's basically what Freud said. Yeah, it's basically, so and it's basically nonsense, yeah. Well, of course, well, and I have no... Well, I don't make any bones about that. Well, basically, well, translated into... when it gets a social application, what it results in the an argument for the flight from responsibility. That's mm-hmm. as simple that's as that. That's what yeah. I mean. Yes. Yeah. Well... Yeah, well, the subconscious is attractive in relation to dreams and creativity, but any other systems, I think it's not only in the common law in the Great Britain, the United States. I remember in Russia, well, for quite some time, until I think some early 70s, committing a crime under the influence was an alleviating circumstance. But somewhere in 1972, they came to grips with that and turned it into aggravating circumstance. That was another way to get rid of the subconscious. Yeah. Very effective. Of course, there are also historical lies that are being implanted in the memories of whole populations. Children in school are being taught about history. Histories are totally untrue. We believe all sorts of things about the world around us that are totally untrue. And I would say one of the biggest implanted idea is the idea that there is an unconscious. The whole Western world seems to know that we have an unconscious. Somewhere deep in us there is a horrible space with memories and thoughts and desires that we have no access to, but that still governs our behavior. We all believe that. We know that. If you ask people, how do you know that? Who told you that? That's a stupid question, because everybody knows that. It's a fact of common knowledge. And I think that idea is being implanted in us. And in fact, I don't think there's much proof. There's not much proof for that idea. Right, it's interesting. Why is it so appealing then? I mean, that's another way to ask the question. Why do we want to believe that about ourselves? You can sort of think, okay, we'd like to believe that we're better than we are. We'd like to believe that we're more attractive. We'd like to believe that we're nicer people. Maybe we'd like to believe that we give more to charity, or even you can get as specific as you want. But why do we want to believe that we have an unconscious that drives us? What's so appealing about that? I think people want to believe in things that take away their responsibility. I definitely believe that. If they can find something to blame their problems on, or blame their bad behavior, or blame their deviancy, the way they're different from other people, that would be very appealing. Does the unconscious let you do that? I guess in a way it does. It lets you say that there are these horrible things that happened to me, or things that people did to me, they're buried in there, and that's why I am the way I am. And I don't have to be crazy. I don't have to be bad. I just have to be traumatized. Yeah, you could also believe that it's simply a replacement for an older belief, which is the belief in the devil. The devil makes you do things. It's the eternal contest between God and the devil, and both have some influence on you, make you do several things. Now we don't believe in devils anymore, and there's this new devil, which is the unconscious, invented by Freud. So it's not a new belief implanted in us, it's a new name to an old belief. But still, it's nothing more than a belief. There's no more proof of the unconscious than there is proof of a devil. I would say. Well, we very often regard ourselves as the products of our childhood. Indeed, there is entire bloody Freudian culture to that point. Yeah, just to suggest that it's the case. This is very often, obviously, a flight from responsibility. Well, that is that looking into the past and sort of your blame
thirsty finger oscillates 300 degrees to find somebody. Well, and most likely it will find your parents, because that's the easiest target, because, well, with the family you can't miss. Yeah, well. And usually your father, because it's big enough to It. Yeah. Usually it's your father. Well, in some cases, more peculiar cases, it could be your mommy. Be your mother, yeah, yes. Well, yeah. Overbearing and so forth. Well, you know that sort of thing. I get asked whether I believe in repression probably about as often as Carl Sagan gets asked whether he believes in God. And I give the same answer to people. It completely depends on how you define it. So if repression is just something awful happened and I'm going to avoid thinking about it, and later maybe something reminds me of it, then if that's repression, I believe in that. You can't deny the existence of that. I'd call that ordinary forgetting and remembering. But if repression means that you can take this large collection of traumatic events, shove them into some corner of the unconscious, and they remain there, they're isolated from the rest of your mental life, and you go on, you know, as if this had never happened, and then somehow reliably 20 years later you can recover these memories, I don't believe there's any proof for that. And that's another one of those things that it's so commonly believed that these recoveries are reliable. Why? Why do people believe that? In order to prove repression, there are a number of things you have to prove. First, the knowledge was there, a person knew it. Then the knowledge has gone, absolutely inaccessible, and then it's back again. Okay. How do you prove the second thing? How do you know a person didn't know, had no way of reproducing that knowledge? The only thing we know is that a person says, no, I don't know that. But there are many things I know, and I would deny to you knowing it. So how do we know something has really gone? And if we cannot prove that, then we will always be able to say, this is not a good case of repression, because we don't know for sure it was the knowledge has disappeared. So there's no way you can convince me, for that reason, that repression occurs. Because you can't prove to me that knowledge has disappeared. I have noticed from my life that the periods in which one either suffered the most tend to go under, like certain rivers, and they travel for a very, 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 very long time. And you've forgotten that there are rivers underground there, then they burst out as if they had no relation to the river that had gone underground. Whereas periods where there were certain breaks and changes in your consciousness are periods that expand to sort of swallow in all the areas that you draw upon in your future writing and your future thought. I'm just fascinated by the quality of living in the moment that we live. And I think that the quality of memory, and therefore afterwards the quality of invention, has to do with not so much the intensity of consciousness as the openness of consciousness to all the aspects of a given moment. I'm interested in that because one remembers most vividly when one is, as it were, most alive to experience. But most of experience and most of time, we're simply just not so alive to it. Wanneer merkte u dat ze u niet meer begon te herkennen? Nou, ze herkent me wel. Nog steeds? Ja. En de kinderen kent ze af en toe niet. De ene keer wel en de andere keer niet. Dat is verschillend. Maar u nog wel? Ja. Maar er komt een moment dat... Komt dat je er daarbij komt, hè? Dat beeld, dat houden ze voor hun. Dat neem ik tenminste aan. En als er een moment komt dat ze u niet meer herkent, want dat gebeurt natuurlijk straks. Dat zal ook gebeuren. Daar hou ik ook wel rekening mee. Dat dat gebeurt. Maar ja, zolang dat goed gaat, hebben we hoop, hè? Well, you remember the Paul Ingram case because it is one of the biggest accusations of satanic sexual abuse in the United States, where this man, Paul Ingram, was a high-up person in the sheriff's department. He
suddenly finds himself being faced with these accusations by his children that he participated in these group rituals with animal sacrifice and baby breeding and baby sacrifice and so on. And many other members of the police department were also accused, and they spent time in jail. It just got way out of hand. But why would someone like Paul Ingram confess to some of these things? That was something that people just can't seem to understand. But if you realize the way this started, he began by saying, "I raised my children not to lie. It was a religious family. They don't lie. They're saying this. Maybe I did it." And it's that kind of beginning that leads down this path to a false confession. Well, I think part of it is our doing as a profession. Paul Ingram, I think, also realized that memory is not perfect, that it's quite possible to do such things and then forget it. He believed that there's an unconscious that would make him do such things and then sort of create the mechanism through forgetting or through repression that makes it impossible for him to realize what he's doing and stop it. So if he, once you believe and that's how the mind works, you realize that if people say that you did that, that it's quite likely that you wouldn't know that yourself, so you shouldn't worry about the fact that you don't remember. And if then the police, like in the Ingram case, says, confess it, that will help you to remember it, which is the world upside down, I would say, then people will fall for that. Well, and it's not subconscious, it's just simply my sense of guilt, this and that, so that's the thing. No, well, I think it's, I'm afraid it's all hot air. Well, it's simply a matter of terminology, I suppose, and, of domesticating something unpleasant, it sort of refusal to take care of your own house, so to speak, yeah. Well, and there are so many methods of doing that, that's one of them. Well, if you are interested in that sort of thing, okay, well, you can go full hog and, get yourself an analyst, shell some money for that, etc., etc., and you'll be in good shape, yeah. A bit more broke, but yes. Mm. Now, somehow this doesn't seem to be a subject that really does animate us. Does it? The subconscious. Not classical. No. Not okay. Shostakovich. Is it Shostakovich? Classical Shostakovich. No, we don't like Shostakovich today. Try to play Fritz Waller, for instance? Yeah, ain't misbehaving. Well, come on. Ain't misbehaving? Yeah. Gisteren jarig. Ja. Weet u dat nog? Gisteren was u jarig. Weet u hoe oud u bent geworden? '69. Weet u niet? Doe je weer gewoon, want je wordt met oud. Zei ik dat de sfeer op het kasteel ontspannen lijkt. Misschien komt het omdat we in de diverse kamers van de overlevenden slechts spaarzaam de herinneringen zelf ophalen aan de enige echte hel, die van de mensen. Soms een paar flarden, vaker gepraat erover. De ene mens is bovendien de andere niet.
Is dat een gratuite bewering? Zeker, maar dan niet voor overlevenden van de hel. Wie het concentrationslager overleefde, moet op oudere leeftijd een KZ-syndroom krijgen. Wie het Jappekamp overleefde, een Jappekamp-syndroom. Wie de Gulag overleefde, een Gulag-syndroom. En de symptomen zijn altijd dezelfde. De ene mens is de andere niet. Maar slachtoffers worden op hun oude dag elkaars gelijken. Vreemd hoe hardnekkig dat vooroordeel is. Als het een vooroordeel is. Schaduwen van waanzin in mijn ogen. Mijn baard doordrenkt van het te vele vocht. De pet kwiek op één oor geschoven als kroon op deze schemering. Zo bezocht ik grensgebieden die geen ziel ooit waagt te overschrijden. Schrijft Brodsky. Brodsky die, vanzelfsprekend, aan zijn werkkamp onder de Poolcirkel een syndroom overhield. Zoals Mario Vargas Llosa een syndroom van je welste overhield. Aan de jeugd onder de terreur van zijn ooit doodgewaande vader. En Gerard Deurlacher aan Auschwitz. Natuurlijk. Zo vast als een huis. Reken maar. Are the pictures of what happened during traumatic events coming more and more back the more you grow older? Because I'd this say, is another. Yeah. If you ask me, I would say flatly no. No. It's not the case then. You actually not so much, well, grow older. I'm 54, and I think I'm more in the business of forgetting than in remembering. Mm-hmm. I agree entirely with you. I think that's exactly my because my memory case. Is a burden in a certain moment. Well, it, you it know, particularly you bad memories, you know, bad memories. But I feel now that I am much more free from the worst memories of my life than before. And probably that is the reason why I can talk so freely about for example, about my father, something that for many, many years was for me unthinkable. You know? It was a very, very private, you know, kind of experience. No, I feel now that I am much more independent from this past, and I can detach myself, you know, of these experiences. Maybe because I have also written about them. You know, it's for me writing is a very liberating. Experience. I wonder about what both of you say. Not because I am anywhere near as experienced, but because I've been thinking a great deal about what happened to Primo Levi. I mean, he had written about his experiences during the concentration camp, and he actually thought to some degree that he had not so much survived them, but had just managed. But they just. They seem to leap. They seem to have leapt on him. I mean, isn't it possible that these things kind of like jump on you? I mean, the whole thing, well, let Mary speak. Well, you know, maybe it's an extreme example I'm giving, but I wonder how true it is that you can be detached from. Primo Levi, as people who survived the Holocaust, you know, lived a kind of radical and extreme experiences, which was shared. By a very, very large, you know, number of people. And I think you this kind of experience is really very, very different. Or even the worst personal experiences that you can have. It's not only you know. Primo Levi was a very, very big family, which shared with him this experience. And in such a radical and ferocious, you know, way that you can understand that you can't really get rid of this. I think it's very, very different when the experience has a very personal character, and don't traumatize, you know, your life in the way that the Holocaust did. You know, I understand perfectly, you know, how Primo Levi, in spite of having written so much about that, was until the end, you know,
persecuted, you know, by these ghosts. Ja, misschien een klein voorbeeld. Maar ik wil niet over de details zelf spreken. Er was een appel in Birkenau waar iets verschrikkelijks gebeurde. Iemand die details ken je nog wel? Ja. Ik ken de details helaas nog heel precies. En iemand werd door een van de SS'ers, die nu levenslang zit, nog steeds leeft helaas, werkelijk tot moes geslagen. En even later kreeg een van onze jongens, die had iets gedaan, ja, ik weet wel wat hij gedaan had, dan kwam het transporten uit Tsjechoslowakije aan, of uit de regio's, dat weet ik niet meer precies. En Harry, zo heette hij, die jongen, had iets, ik geloof brood of zoiets, over de draden gegooid naar het andere kamp. Want hij zag dan oom. Hij werd gesnapt door een SS'er en werd veroordeeld tot 25 jaar van Arsch. Ik weet niet of je weet wat ik bedoel. En dat gebeurde voor onze ogen. En ik weet nog, hij is schreeuwend op de bok gespannen en kreeg die slag. Onze blokelderste, Bednarek, die later veroordeeld is in Frankfurt, die was niet al te slecht. Die heeft het weten te af te remmen, toen is hij met 15 of zo ervan afgegaan, want anders had hij het waarschijnlijk niet overleefd. Goed, nou dat is dat stukje van het verhaal. Met meer details wil ik niet geven. En dat had ik ook weggedrongen. Ik herinner me dat eigenlijk alleen maar dat hij op de bok zat. En ik herinner me iets van een bloedige massa in dat tijd. En toen kwam ik in New Jersey in 86. En Harry heeft overleefd. En Harry vertelt mij iets. En dat was die scène. Precies zo. En dat klinkt misschien erg sentimenteel, maar wij zaten beide als gekken te huilen. Want toen werd het toegelaten. In een zeven omgeving. Maar ik was het helemaal kwijt jarenlang. Overdag liet je een rolluik neer. Hè? Door de oorlog gewonnen, praten we niet meer over. Aan de slag. Maar ik sprong s'nachts ineens wel gillend het bed uit. Een hele grote sprongen, soms over een tafel heen, onder de vleugel. En dan word je wakker en denk je, waar ben ik? Oh ja, thuis, maar goed. En dan liet je het rolluik weer zakken. De SS'ers kwamen daar doorgaans niet in voor. Het waren geen vertellende dromen. Het waren plotselinge schriksituaties. Stel, je loopt door een tunnel en er komt een trein aan en er is weinig in ruimte. En je loopt zelf op de rails. Wat doe je dan? Dan spring je opzij. Waren dat de beelden die kwamen, dat soort beelden? Je was niet in het kamp een molen neergeslagen. Je had helemaal geen tijd om iets te overwegen. Het is dus meer metaforisch bijna. Vermoedelijk. Ja. Ik heb af en toe later wel eens dromen gehad die zich in het kamp zelf afspeelden. Dat was bijna altijd dat we wisten in het kamp, de oorlog is bijna afgelopen, de bevrijders komen eraan. Nou, even goed opletten, geen domme dingen doen. Doe het dan. En die dromen waren ook niet zo erg. Maar je had geen repetitie van die gruwelijke situaties en van de angst, behalve dan in de vorm van andere metaforen, andere beelden. Ja. Niet die uit het kamp. Ja. Ja. Is dat altijd zo gebleven? Nee, want die dromen zijn opgehouden op een gegeven moment. Mm-hmm. En ik droom nu normaal. In de laatste jaren was ik bijna zonder nachtmerries, goddank. De laatste twee, drie jaren. En vanochtend wordt mijn vrouw wat korzelig wakker. Hij zegt, Jezus, je hebt vannacht weer geschreeuwd. Ik weet niet wat, ik weet niet waarom. Het schijnt heel diep in het onderbewustzijn te zitten. Maar ik werd gewoon de laatste weken nogal gebombardeerd met al dat soort dingen. Hè. En schijnbaar werkt dat onderbewuste dan door. Zonder dat je kan herinneren wat. Maar ik brulde. Is het zo dat de herinneringen waarover u niet wilt praten, de beelden die u hebt, waar we geen woord over hoeven te zeggen, desalniettemin dat die in de loop van uw leven
constant dezelfde zijn gebleven? Of is de tijd er ook een beetje mee aan de haal gegaan? Nu zal ik er nog één ding over zeggen. Het is omgekeerd. Het is in de loop der tijden erger geworden. Ik denk dat ik vlak na de oorlog, wil niet spreken van de, onmiddellijk na de oorlog, zeg vanaf 1 jaar na de oorlog tot 5 jaar na de oorlog, er minder gedachten over had dan later. Ik denk dat het een algemeen verschijnsel is. Je hoort dat ook wel eens, dat mensen de ervaringen die ze in de oorlog hebben opgedaan, dat die later terug, op een veel later tijdstip terugkomen. Nou, nachtmerries kan je het eigenlijk niet noemen. Want nachtmerries weet je meestal de beelden nog die dan opkomen. En die had ik niet. Die heb ik van anderen gehoord, ook vaak mensen helemaal niet meer. Vroeger wel, maar nu niet meer. Maar kennelijk is er iets in het onderbewuste door blijven branden. En ja, dan krijg je dat soort idiote dingen, dat je plotseling midden in de nacht, zonder dat je het zelf weet, gaat brullen. En zonder dat je het daarna weet? En ja, ik wist het daarna niet eens meer. En als je eruit wakker wordt, weet je de beelden niet niets meer? Niets meer, niets meer. Helemaal niks. Wat dat is, weet ik niet. Moet ik het zo zeggen dat jouw nachtmerries niet alleen een stomme film zijn geworden, maar ook een film waarbij de beelden ontbreken? Ja, ja, ja. Die krijgt nog wel s'nachts? Ja, maar ik weet niet wat er was. Terwijl je vroeger zag vroeger je beelden... zag ik de beelden, hoor. Maar die zakken weg. Goddank. Hoe? Heb je enig idee? Jij bent de meester over je geheugen, nee, zou je denken. Ik ben geen meester over mijn geheugen. Nee. Nachtmerries? Jawel. Jawel. Maar dat is in de loop der jaren afgenomen. Dat is verminderd. Dat wel. Dus in die uiterlijke verschijnselen is er wel iets veranderd. De beelden die u s'nachts... Ja, als ik bijvoorbeeld... zeg, 5 jaar na de oorlog plotseling iets hoorde wat leek op het stappen met laarzen. Ja, dat schrok wakker en schrik. Maar zijn er in die nachtmerries beelden die voortdurend dezelfde zijn en terugkwamen? Of zijn het nachtmerries waarbij u niet de beelden voor u zag van wat er mogelijkerwijs met uw ouders en nee, dat zijn speelt, dat maar... zijn vaak hele... Ja, dat vind ik een goede uitdrukking. Het zijn lege beelden. Het is vaak niks. Niets. Schrik. Ja, een beeld wat je voor je ziet, wat eigenlijk niets betekent, maar wel een gevoel van enorme angst. Je kunt het herleiden waardoor het komt. Dat is het enige. I can speculate soundly about this. I would imagine that that one retains something which is one way or another associated in one's mind with the possible danger. That's why one remembers things, or presumably with the possible pleasure. Those things that don't bode either way, by and large, get eliminated. I think it's as simple as that. Do we all agree that what you remember, even trivial memories, mm-hmm, indirectly or directly, are connected to danger? Well, may I just continue just for a split, just half a minute? Well, I've noticed that among my fellow emigres, when they arrive to the West, let's say, from Russia, they tend to congregate around the railroad stations and telephone and the postal offices. Well, for a variety of reasons. Well, it's very peculiar because, technically speaking, they're not going to use that railroad station to go back. Mm. Yeah. And as for the telephone station, it's rather expensive to call back home, etc., etc. And what can they tell except that they're safe? Yeah. Well, and yet, the familiarity of the idiom of the railroad,
of the wheels of the train, of the train itself, the carriage, yeah? Or of the telephone with its dial, yeah? Are those things which are which they recognize immediately in the strange foreign context. The other things they are rather apprehensive of. They wouldn't like to go too far, either from the station or to say the least from their hotel. They are not terribly willing to explore the new city, even if they, even when they are young. Well, they tend to congregate to the place where, well, with which they at the moment are familiar. Well, I'm not trying to say that it's all, well, should be explained by the sense of presence or the absence of the sense of danger. But I think the self-preservation instinct plays a great deal of great role in selection of our memories. Well, this, I think... It's a very simple thesis, and I'm sorry it took so long. Yeah. Are we sure that we have to give, or that there is always a rational explanation for all the mechanisms? Well, let's first try a rational explanation. Yeah. If you're running out of explanations, we can go over to the other ones. Well, no, because I think we could also consider, you know, that memory, maybe, as happens with other attributes or possibilities of our personality, imagination, for example, this is a free mechanism which make selections, you know, preserve but selections of what? And forget. To what purpose? Well, not to our purpose. What because are we, you say what are no we looking for these such. Purposes? I think in some cases, yes, there is no way, no doubt, that our memory preserves experiences that have a very strong impact in our life, or that they have a great impact in our life because our memory preserves them, you know? And but in some other cases, no. Well, the memory is a free mechanism, an arbitrary mechanism, as I think it is imagination or desire. Toch fascineert het me, omdat ik niet goed weet wat je er op zichzelf bij moet voorstellen, dat de verwerking van jouw trauma, zal ik maar zeggen, nu plaatsvindt in een afgesloten compartiment binnen jouw hersens. Onbereikbaar voor jou geworden. Ik denk het. Ik durf er geen antwoord op te geven. Ik weet het gewoon niet. Je weet niet eens of die nachtmerries wel veroorzaakt worden, bijvoorbeeld door het laken. Dat is ook best mogelijk. Ik weet het niet. Ik durf er geen uitspraak over te doen. Misschien zie je je kinderen voor het eerst de straten fietsen op hun kleine fietsjes en komt die angst terug in plaats van die uit Birkenau. Ik zou het echt niet weten. Ik durf er geen positief antwoord op te geven. Je vrouw heeft er last van. Ze is er wakker door geworden, ja. Jij niet? Ik niet. Ik weet me niet, zelfs niet, maar niet herinneren dat ik überhaupt een geluid gegeven heb. Het was vannacht om 3:00 zei ze. Nou, ik geloofde op de woord, want waarom zou ze plotseling wakker worden door mijn geprul? Ja. Maar die herinneringen zijn dus... Ja, nee, we praten over iets wezenloos, want je weet niet om welke herinneringen het gaat waar je omschrijft. Nee, precies, precies. Je moet aannemen dat het dezelfde beelden zijn die je vroeger voor je zag, maar... Ik moet wel zeggen, vroeger zag ik die beelden voor me en brulde ook. En dan werd ik meestal wakker. Met ontzettend overdekt met zweet en ja, een beetje paniekerig. Maar dit is nu niet het geval geweest. En ik denk dat het meer voorkomt, maar ik weet het verder niet. Het was nog wat tijd, hè? Wat? Je kreeg iedere keer met een zweep van die Japanners, hè? Die liepen dan door het kamp heen, zo. Met zo'n zweep in hun vestjeszak of zo, of een knuppel. En dan ieder jongen die daar niet goed boog, werd geslagen. Ik heb toen heel wat rammelingen gehad. Oh. Ja. 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 Heb je sinds die tijd hekel aan Japanners, ben je die blijven houden toen je terugging naar Nederland ook? Nee. Of was dat eigenlijk niet zo? Nee. Ik heb geen hekel aan Japanners nu. Als ik een Japanner ontmoet of zo, dan ga ik gewoon praten met ze. Ja. Want ja, ik was al heel jong, was ik goed bij mijn hoofd. Hè. Ik dacht, Japanners, als ik ze hier zou ontmoeten in Amsterdam of zo,
die hebben toch niks met die oorlog te maken. Ja. Die zijn misschien veel later geboren of zo. En dan ga ik gewoon mee om. Ja, je hebt niet echt, je bent niet een rancuneus. Nee, nou, helemaal niet. Nee. Van wat anderen vaak hebben, dat ze nog ja. tientallen jaren wraakgevoelens echt ja, hebben. Ja, dat heb ik helemaal niet. Nee. Japanners, als ze hier in Amsterdam wonen, die lijken ook niet op de Japanners in het kamp. Want die waren allemaal kaal geschoren, hè? In hun kop. Dus dat ging haartje meer op. Het was helemaal glad geschoren. Allemaal. En hadden ze zo'n kopje, dat was zo'n baret. Met zo'n pet. En dan liepen ze altijd zo met een kale kop. Alleen de hele hoge, hele hoge kerels, of generaals, die hadden wel lang haar, zoals ik, hè? Maar dat was een hele uitzondering. Want verder allemaal, tot en met kapitein, ze allemaal kale kop. Wat? Heeft u last ergens van? Heeft u pijn? Voelt u zich goed? U kijkt alsof u een beetje pijn hebt. Nee? Gaat het goed? Of wilt u weg? Ja. Niet? Wilt u weg of niet? Ja. Of blijven we nog even zitten? We blijven nog even zitten en dan gaan we zo weg, hoor. Zo net vroeg uw vrouw, plotseling, hoe laat gaan we weg? Ja. Gewoon een vraag, plotseling, hè? Ja. Dan geeft ze een antwoord. Urenlang dan ja. begrijp je niet wat ze nee. rompelt en plotseling... En dan, plotseling net... komt er heen een gesprek. Het is wel niet veel, maar dan zeggen ze, hoe laat gaan we weg? Ja, daar kun je ook goed zenuwachtig van worden, van ja. mensen die... Daarom neem ik aan dat ze alles opneemt. Want anders kunnen ze niet die dingen vragen of stellen. Het is net zoiets als met een coma-patiënt. Ja. Waarvan je niet weet wat ze nog wel of nee. niet horen, dus ja. je behandelt ze als of ze alles ja. horen. Is there any Spanish poet, the poet in your mother tongue, who has, to your mind, a harshness similar to your father's voice? I suspected you were. Well, probably, you know. For example, Vallejo, you know. Vallejo can be a yeah. very harsh and very, even cruel mm-hmm. voice. Mm-hmm. Which, well, of course, depicts, you know, a world full of cruelty and I think the Spanish language is a language very appropriate to express harshness and cruelty and brutality and violence. Much more difficult to express nuances or enjoyment of life. Mm-hmm. I think the Spanish, well, probably because the Spanish tradition, the Spanish culture has been so repressive about this kind of intimate, you know, experience. That's almost the end of my line of questioning. Well, I have only one question, but I think, you won't answer this, yeah. Well, there was never a point in your life, in your reading experience of poetry in Spanish, when you think, oh, I know this man. He is like my father. No. No, okay. I wouldn't have read it. Mm-hmm. I would have stopped probably to read it. Mm-hmm. I remember, it's very interesting. Well, now I think I can talk quite freely about my father, but for many, many years, the memories were so still, so difficult to adopt it, you know, to accept it, that mm-hmm. everything that, in a way or another, remained me of my father, it was something that I tried to avoid. Ik heb kort geleden heeft iemand mij gevraagd, ik wil de naam maar liever niet noemen, waarom ga je nooit terug? Toen ben ik eigenlijk heel boos geworden. Ik heb gezegd, het spijt me, maar ik ga, als je ergens met vakantie uit geweest bent, moet je geen tweede keer gaan. Want je herinnering wordt altijd bedorven. In het positieve. Ja.
Er is ook jarenlang iets geweest van al die KZ-heflingen die hun verleden moesten verwerken. Jongens, autobussen vol. Richting Theresienstadt, richting Birkenau, richting Auschwitz. Nou, precies, nog steeds. Elke drie jaar werden met de oren volgebruld. Ja, ga met ons mee. Een Annetje Vels dan vooraf. Want dat kon je niet verwerken. Hoor. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Hier woon ik, maar ik laat de mensen gewoon toe in mijn uitgestrekte park. Kunnen ze spelletjes doen, ballen en zo, bij de vijver. Met scheepjes spelen. De vijver heeft een stenen rand. Op de paden ligt grind. Glij maar niet uit. Ik ga zo lang op het bordes staan. Kan ik de vijand zien aankomen. Spelen jullie maar rustig door. Ik sprak verleden jaar iemand, of een jaar daarvoor, die dus ook met een van die Auschwitz-reizen meegedaan heeft. Dat zijn ook al in oktober of zoiets. Eens in de twee jaar. En hij zelf heeft dat niet gedaan, maar een kennis. Een man die ik zelf niet ken, maar die ook in Birkenau gezeten heeft. Die ging daar naartoe en nam zijn kinderen en zijn vrouw mee. En er schijnen ergens nog wat radars te staan. Nu niet meer onder stroom natuurlijk. En die ging op een gegeven moment gewoon zitten in een van die greppels, bij een van die greppels, het was zonnig weer, haalde uit zijn zak een doos met hele dure en dikke sigaren en uit zijn andere zak een reep melkchocola en al kauwend en vretend en smakkend en rokend zat hij daar en zegt, eindelijk kan ik dat doen. Nou, die behoefte bestaat ook, maar die heb ik niet. Nee, maar het heeft zo lang op geld gedaan. Van, duurlacher, als je zo zit met je nachtmerries, jongen. Weet je wat je doet? Ga terug naar Auschwitz-Birkenau. Althans, naar Birkenau. Loop er eens rond. Verwerken. Je verwerkt toch niks? Een soort KZ-gestaltherapie. Ja, maar dat is onzin. Dat is echt onzin. Om het maar rustig te zeggen, dat is lulkoek. Je verwerkt dat soort dingen niet. Tegelijkertijd, als je daar rond zou lopen, wat zou er eigenlijk erg aan zijn in de zin dat je toch al heel vaak rondloopt in datzelfde kamp. Alleen het ziet er nu iets kaler uit. Alles komt weer boven. De schoorsteen die te staan, daar komt plotseling weer hout omheen. De bedden die weg zijn, daar komen plotseling weer bedden te staan. Staan weer SS'ers met zwepen of wandelstokken. Waarom zou ik me dat zelf aandoen? Je ruikt hoe de wind over de vlakte aankomt. Ja, en je ruikt de stank van de crematoria. Ik durf er gewoon niet aan. Ja, nu zeg ik iets heel geks misschien in uw ogen. Ik denk niet zoveel. Ik denk niet zoveel in herinneringen. En dat komt alweer doordat ik veel dingen doe, veel verschillende dingen doe. Ik heb er gelukkig geen tijd voor. Ik kan dus ook niet zeggen, de ene herinnering die verwerk ik zo, de andere verwerk ik zo. Het is misschien ook een beetje laf, want je wilt graag een groot deel van je herinnering of een deel ontvluchten. Je wilt er helemaal niet aan herinnerd worden. En je wilt ze zeker niet zelf oproepen. Dus die verwerking, die ben ik mij niet goed bewust. Wat gebeurt er zodra het harde werken? Als dat weg zou vallen, ik zet voorlopig de schakelaar op nul. Ik denk daar helemaal niet aan. Het is heel dom natuurlijk. Dan ben je misschien niet geprepareerd als het moment daar is. Maar ik denk er gewoon niet aan. Ik kan me een voorstelling maken. Ik kan nog een paar andere zaken dan biochemie, verbeeld ik me tenminste. Dus zolang mijn geest gaat werken en mijn handen niet stilstaan, dan kun je altijd, je kunt werk doen. Je kunt zoveel doen. Maar wat u beschrijft is dat wat u kunt doen, ja, tegelijkertijd een remedie is, ja, om het verleden op afstand te houden. Het is, ja, niet alleen maar werken of hard werken. Jawel, maar kijk, u kunt ook zeggen, gek dat jij nog voorzanger bent in een synagoge.
waar de meeste functionarissen al de beroemde schop onder hun achterwerk hebben gekregen. Maar goed, ik ben wat dat betreft een echte gelukskind. Mijn gemeente, die heeft niet gezegd ga weg, die heeft gezegd blijf alsjeblieft. En dus daar heb ik ook een bezigheid. In mijn vrije tijd schrijf ik nog wel eens een verhaal. Kost ook tijd. What I want to ask you is, as a novelist, have you... I know it's almost impossible, but have you... and it's part of your job... entered, stepped behind your father and then proceeded to, as it were, disappear into him and see the world from inside his consciousness? Not just as a way of understanding him, but as a way of putting your fear and what you went through in its place in the universe. Have you entered your father? I think I have tried, probably, with many characters to depict... to enter him, understand him. And to describe him from the interior. Yes, I think in my first novel, for example, in The City and the Dogs, there is a character which is more or less modeled, you know, out of my memories of my father. And in another novel, Conversation in the Cathedral, there is a character which quite deliberately, you know, describes a kind of mind that my father could have been. No? Yeah. In my case, at least, the negative characters who, for one reason or for other, were characters that I didn't love, that I didn't like, have been much more encouraging to fantasize about them than, let's say, positive, positive real characters. Anybody you like in Moby Dick? In Moby Dick? Yeah. Of course, that's one one or two people. Absolutely, yes. many. Well, of course, Captain Ahab, which was probably more or less in the tradition of my father. That's you know? What I was just thinking. Yeah. Mm-hmm. Absolutely. That's another novel that also changed my life. That's a continent. I think there are very few novels in which the first phrase can hook you in such a way that it's almost magical, like Call Me Ismael. That's something that is very difficult to to escape to this kind of enchantment. What about the beautiful role, you know, when life is too full of rust and when it's tired of living and exhausted with this and this, that. One tends towards the sea. It's just a way in which, like one of those sort of 17th century landscape paintings, everything just leads you from the beginning of that book to the sea. It's just this longing. You remember those rivulets? I don't think I can understand what is really the question. No, it's just, I remember you're talking about the opening, Call Me Ishmael, enchanting. But I said that for me there was a further enchantment behind that, which is the way in which everything that he found frustrating or dissatisfying about life led him towards the sea. Yeah. This long beginning, they approach, but they never reach, really, the ship. La 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 Tatum, tatum, da 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 da. Is your father your father? Your father was this man in his Navy uniform, the photograph until you were 10, and then he was kind of a bastard. Well, when he died, you know, our relationship, of course, had changed a lot. I must say that in his last 15 or 20 years, he made in his way, that is in a very sober way, many times some gestures in order to have a better relationship with myself.
And I must say that I didn't respond, you know, in the same way. I was, although we saw each other from time to time, I went to Los Angeles to see them, and or I coincide with them in Lima, and we had, let's say, a civilian, you know, relationship. Civil. But it was a civil relationship. It was never warm, never. And he tried. I think he made gestures that were oriented. But I must say that I was never able to respond, you know. Are you now? What? Are you now? Well, now I think I have a much more normal, you know, relationship with him, with his memories. Although I don't think I can forget, you know, this, particularly the first year, which was a very difficult year for me with him. But now I understand much better, you know, why he was as like that, and now I know better the very difficult life that he had. He had a very, very difficult life, and so this explains at least partially, you know, his very hard character. But now I think I can have a normal memory of him, something that for many, many years that was impossible for me, you know. Mm-hmm. Misschien klinkt dat echt kinderachtig, maar altijd de schuld aan het verleden, aan de kamptijd en zo te geven van alles wat mij overkomt. Ik zou wel gek worden als ik dat deed. En je moet natuurlijk ook één ding niet vergeten. En dat heeft Bastiaans eens tegen mij gezegd, en daar heeft hij volkomen gelijk in. De persoonlijkheid die je nu ontmoet, of vlak na de oorlog ontmoet, dat is niet alleen maar een persoonlijkheid die gevormd is door het kamp, maar dat is een persoonlijkheid die van nul tot het kamp gegroeid is. Dus die tijd daarvoor is uitermate belangrijk hoe je bent. En misschien ook genetisch. Daarom geloof ik niet in theorieën erover. Een specialist op dat gebied, namelijk de gewezen rechterhand van professor Bastiaanse, die zei, ja, moet je luisteren, dat zogenaamde KZ-syndroom, dat moet je niet zo letterlijk nemen. Je wordt gevormd in je veel jongere jaren. En dan word je belast met de problemen die je voor de rest van je leven mee mag tassen. Het is wel zo dat als je onder in zeer extreme situaties komt, daarom heet het tegenwoordig een urgent stress syndrome heet het tegenwoordig, dat dan die last die je toch al hebt een beetje zwaarder wordt. Nou, bijvoorbeeld te zijn. En dan hang je het daar ook aan op, dat is het voordeel. Het is natuurlijk keurig om een syndroom te hebben wat op een zo keurige plaats is opgedaan. Begrijp je? Ja, nee. KZ, ja, dat was wel. Kijk, er zijn een aantal mensen, en dat vind ik heel tragisch ook, ook van die jongens, die in hun hele leven in het licht zien van die jaren. En, ja, misschien klinkt dat erg wreed om dat te zeggen. En alles wat zij gek doen, verontschuldigen met dat. Het is een goed verhaal voor de buitenwereld. Ja. Natuurlijk is te begrijpen, want die arme man heeft. Ja, precies. Het komt natuurlijk voor, allicht. Maar het is niet 100%. Die kamptijd mag geen raison d'être zijn. En daar verpest je je hele leven mee. Primo Levi is not a unique occurrence. Well, he was a writer, etc. There were quite a number of people who elected to come, well, elected, as they say. Well, quite a number of people who commit suicide. After the World War II, I think in the literary profession, who had some exposure to Holocaust one way or another, etc., etc. For instance, Paul Celan. Mm-hmm. Yeah. Mm. But I think when it happens, we shouldn't really generalize here. It's always the unique circumstances, and it's always a matter of temperament. Presumably, a phlegmatic or melancholic is more susceptible, is more likely to end up the way they did than, let's say, sanguinic or choleric. Who knows? Yeah. Well,
In general, I think, well, Celan simply, I don't want to speak poorly about him or, well, there is no condescension what I'm trying to say, but, well, I can't really avoid one thing. Well, I think people who had these dramatic experiences of the wartime, well, and who subsequently ended their own lives, well, I think it shouldn't be directly, so directly attributed to the experiences themselves. It's simply the individual careers. Well, people paint themselves into God knows what kind of corners, yeah? Well, and also they tend to make meal of their own suffering. There are writers like that. Yeah. And Celan was one of that them. That is true. Well, I do agree that if a person is depressed or upset or miserable, that it can completely color what memories get retrieved, what memories get reconstructed, how the past is interpreted, how things get labeled, how a person comes to appreciate what they think is their past. So that is another way in which we have a dangerous situation in these therapy cases, because almost by necessity the people are going into therapy because they're depressed or they're there for a problem. They're not there to tell you how great their life is. So if you're in that particular state, to what extent are you selectively digging through that memory bank, pulling out what pieces, putting them together in what ways, with what interpretations, and you construct a more miserable past than maybe you really had. In Celan's case, well, he simply, well, he went into a more and more hermetic mode as a writer. Well, so in a sense, it was a more and more convoluted, so more and more self-isolating mode. Yeah. So in a sense, he presumably he was killed not so much by the fact that he was a displaced Jew from Galicia who lost his entire family, as by his own métier in many ways. Yeah. So we have to be careful here. Well, as for the human being, yeah. Well, Milos has a wonderful line on this. In a wonderful poem, he says, he talks about the dead, a vision of his friends from a certain cafe who are all been wiped out in the war. They laugh at him, he says, because I still don't know what does it mean to die at the hand of man. They know it well. Mm-hmm. Yeah. Well, of course, it's done to you by another human being always. Well, even if the human being chooses a weapon, a machine, that takes a part of responsibility, in a sense, an element of detachment here. Well, it's simply, it's done by man to man, of course, no question about that. And what's behind it and what's underneath it is incredible vulgarity of the human heart that either makes you obey the orders or presumably generate or by a notion of the world for which that order has been established, and for the sake of that order, for the sake of that vision, to dispense with the others who don't share it. Mm. Well, the core of everything, and the main enemy, is the vulgarity of human heart. There's nothing else. Well, that's the bottom of it. Mm. Ik heb mensen bezocht, ik heb met mensen gesproken al heel lang geleden, dat die zware dingen op hun hals hadden. En toch merk je ineens, ze hebben hele redenaties om dat goed te praten. Terwijl ze het gewoon met plezier en met grote gretigheid gedaan hebben. Puur slechte mensen. Die bestaan, zoals je weet. En toch hebben die altijd redeneren. Nooit zullen ze zeggen van, dat was een mooie tijd. En, misschien onderling, maar altijd hebben ze redenaties. De reden staat altijd klaar om
iets met woorden te bedekken. We zeggen ook onder woorden te brengen. Inderdaad, onder woorden te brengen. En wordt hun aandeel en hun schuld steeds kleiner natuurlijk. Dat is een heel typerend proces wat mensen met gedachten kunnen doen. En daar zijn ze heel bedreven in. Zoals je ook. Als je 20 of 30 of 40 jaar de tijd krijgt. Een heel gebouw van redenaties kan samenstellen waarmee je haarfijn bewijst dat Auschwitz niet heeft bestaan. Daar geloven ze in. En daar kan je bewijzen voor aanhalen, natuurlijk. Alles. Je kan een heel gebouw oprichten van redenaties die allemaal die een beetje waar zijn, uit hun verband zijn gerukt. Ik denk altijd, toen ik dat altijd hoorde, dacht ik, geef mij 2 jaar de tijd en ik zou een boek kunnen schrijven dat Nederland een oorlog voorbereidt tegen België. Met allemaal insinuaties, dingen uit hun verband gerukt, tot en met de Belgen moppen zou je erbij kunnen halen, uitspraken. En als je dat boek leest, alles is een klein beetje waar, maar volkomen uit zijn verband gerukt en accenten verkeerd gelegd. En als je dat boek leest, dan denk je, nou, verdomd. Het zou wel iets van waar kunnen zijn. Het is absoluut niet waar. What about self-reinvention? Self-reinvention? Do you have to? Well, it happens. I think we are all permanently reconstructing the past. But that's... I may tell something about it, you know. I wrote a novel, which is called... Historia de Maita in Spanish. Well, this is a novel about a writer who is trying to write a novel out of something that happened, you know, a revolutionary attempt by a very small group of people in a small provincial town of the Andes. And he doesn't want to write an historical novel, no, but he wants to document himself about what actually happened. He wants to have this point of departure to write a very, you know, free novel, you know, using in a very free way all these facts. But when he tries to recollect the facts as they are preserved in the memory of the protagonists of this small group of people who were there trying to initiate this revolution, what he discovers is that these memories don't coincide at all. Mm-hmm. That there are in total contradiction one and the other, and that in some cases, yeah, of course, that in some cases this has been a very natural and unconscious process in which, in order or to forget about the own, you know, responsibility in what happened, or for inexplicable reasons, everybody has been reconstructed, you know, the past at such extent that at the end he is in a position in which it's for him totally impossible to reconstruct exactly what had happened. They have that problem with the Bible. Yeah. Mm. Well, I suppose this is quite common, but I think this is the way in which memory also functions. Now. Ja, zoals iedereen met herinneringen omgaat, het wordt soms mooier en soms wordt het afgedaan met het is voorbij. Klaar. Sorry. Jammer. En wij hebben het ook niet zo leuk gehad. En dat hebben ze natuurlijk ook niet. Je zal maar net de goede leeftijd hebben dat je naar het front gestuurd wordt. Was niet altijd leuk. En toch merk je ook dat daar heimwee bestaat. Namelijk naar die saamhorigheid. Die je ook aantreft bij mensen die in de oorlog onder buitengewoon gevaarlijke omstandigheden ondergedoken hebben gezeten. Die ook een heimwee hebben. Niet dat ze die toestand terug willen hebben, maar die een soort heimwee hebben naar
saamhorigheid. Wat ik, daarom heet mijn boek in het Duits, die verhalen van Berlijn, Die Werme der Abneigung. Namelijk, als je samen een vijand hebt, heb je werme, heb je warmte. En als die vijand wegvalt, dan valt alles uiteen, wat je zo graag wilde. En dan vele jaren later denk je, goh, wat hadden we het goed samen. Dat merk ik ook veel bij, ik heb veel te maken gehad met dissidenten zo in Oost-Berlijn. En als ze eindelijk die begeerde vrijheid hebben, voor die wende al dat ze eruit gegooid werden of zo, dan missen ze ineens die warmte van die gezamenlijke abneigung tegen hun eigen regering dus. En dan vonden ze ineens dat ze in de kou stonden. Vrijheid doet wee. Nou, eenzelfde soort schijnsel hebben we natuurlijk in Nederland gehad. Na het aflopen van de Tweede Wereldoorlog. Ik weet nog wel dat mijn vader op een gegeven moment zei, ja, het was een verschrikkelijke tijd, maar het was wel de belangrijkste tijd uit mijn leven. He, dat was de periode waarin spanning was, waarin ontzettend veel gebeurde, waarin we een bijzonder intens leefden. Daarna werd het braaf en regelmatig, niet erg opmerkelijk. En ik denk dat de neiging van veel ouderen om steeds maar te refereren aan de oorlog, niet zozeer is de behoefte om ons te leren hoe vreselijk dat allemaal was. Nostalgie. Maar gewoon een nostalgie naar een uitermate belangrijke periode in hun leven. Mogelijk de belangrijkste periode in hun leven. Ondanks alle zogenaamde ellende. Ergens de mooiste tijd. Daar waar ook de meeste herinneringen waarschijnlijk zijn opgeslagen. Ja. En er is natuurlijk nergens gezegd dat herinneringen en ellende geen belangrijke, zelfs mooie herinneringen zou kunnen zijn. Wat herinner ik me? School. Met misnoegen. Het voetbalveld. Met veel plezier, waar ik er niet goed in was. En toen de oorlog. Die kwam toen net op tijd. En toen die afgelopen was, ben ik journalist geworden. En van die periode herinner ik me betrekkelijk weinig. Welke periode? Van toen je journalist hebt geworden? Van 1945 tot. Daar herinner ik me niet zoveel. Moet ik me nakijken, knipselboel. Oh ja, toen was ik daar. En toen suisde ik 10 jaar lang de wereld rond. Ja, we waren oud. Toen we zo 15, 16, 17, 18 waren. Door wat je meegemaakt had. En nogmaals, we waren niet het soort jongens die thuis zaten af te wachten tot het gevaar voorbij was. Nee, gevaar heeft zo'n. De vijand heeft zo'n negatieve klank. Tegelijkertijd is het een bron voor groot avontuur. En spanning. Natuurlijk, op die leeftijd zeker. Tuurlijk. En dat heeft het nog steeds. Soms kost het een beetje moeite om een vijand te zoeken, maar het is je tot nu toe gelukt. Wie zoekt, zal vinden. Ja. Een belangrijk fenomeen wat nu gaat verdwijnen in Nederland is de diensttijd van jongens. Voor ontzettend veel mannen in het verleden was de diensttijd de tijd van hun leven. Dat was de enige tijd dat ze van het dorp weggingen. De enige tijd dat ze heel erg anders waren in een totaal andere wereld, waar je anders gekleed bent, waar andere normen heersen, waar ze dingen beleefd hebben die ze nooit meer zullen meemaken. Met het gevolg dat dienstverhalen, ja, dat weten wij misschien nog, maar dat weten jongeren weten niet meer. Dienstverhalen was een vast topic. Iedereen had dienstverhalen, want dat was de tijd. Dat gaat nu verdwijnen. Dat is niet zo erg, want jongeren beleven op het ogenblik zoveel in die leeftijd dat het gemis van de diensttijd zal niet meer ernstig gevoeld worden. Maar voor een hele generaties Nederlandse mannen was de diensttijd de tijd van hun leven waar ze nooit uitgepraat over raakten. Daarna gebeurde er niet veel meer. Toen ik zo net even naar de kelder ging en terugkwam, citeerde jij oude soldatenversen en liedjes. Wat was daar de reden van? Dat weet ik eigenlijk niet. Vermoedelijk omdat we het over oorlog hadden. Hier, eventjes. Want er werd beschreven een scène in de buurt, ergens in Joegoslavië, waar Serven op een heuvel tegen moslims beneden in het dal betrekkelijk vriendelijke dingen riepen. Zo van, hebben jullie weer genoeg te eten, jongens? Omdat vechtende soldaten, die haten elkaar niet.
En ik denk dat we vandaar uit zijn gekomen op standaardwerken als wie zijn vader heeft vermoord en zijn moeder heeft vergeven, die is nog veel te goed voor het soldatenleven en nog een paar van die. Ja, ik hoorde ook iemand roepen, oorlog is tenminste niet saai. Ja, dat was ik ook weer. Je verveelt je niet in oorlogstijd. En je maakt je ook geen zorgen voor de dag van morgen. Je hebt wel wat anders te doen, namelijk in leven blijven. St. Petersburg, your childhood. Mm-hmm. The first visual experiences are the most important as a kind of anchor places of memory. What kind of pictures are coming to your mind? It's clearly it's the war, winter, searchlights, planes, the sound of the planes. My mother in little sleds, she drags me through the snow, hurrying, presumably to the shelter. That's what I remember. Well, that's the first memory. But it has nothing to do with the sense of danger. One of the most automatic things that comes with every memory, so much so that you really can't separate that, the two, is the image and the sensation and the sense, or mood, if you will, that it doesn't exist anymore. That's sort of elegiac nonsense, yeah. It doesn't exist. Well, no matter what it is. But the sense of, if you will, of loss. Well, not the loss that I bemoan, et cetera, et cetera, et cetera. The loss that I sense. The absence, rather, than the presence. For that matter, for that reason, I suppose, you can be even nostalgic of the war. I can feel nostalgic for the war. Because it's not there. Yes, Kundera has a heretical sentence like that, where he talks about, at one point he looked at a picture of Hitler and felt almost nostalgic, almost affection. Well, it's because it was part of his childhood. Op de plek waar eens de machthebbers hun gevangenen ombrachten, spelen twee kinderen met een hond. Het drietal lacht vrolijk. Weet je hoe zoiets heet? Dat heet, het leven gaat verder. Ja, dat weet ik ook wel, dat het leven verder gaat. Ik weet dat het leven ongevoelig en gevoelloos is. En zo hoort het ook. Dat moet men niet betreuren. Aan het onherroepelijke valt niet te tornen. En het valt derhalve niet te betreuren. Maar wat wil je dan? Wat moeten we dan doen? Met z'n allen stil blijven staan? En ik? Wat moet ik doen? Een kompas in het water gooien of in een zandafgraving? Dat nooit. Ik bevind me in het land van de voormalige vijand. Ik woon er. Dikwijls doorkruis ik het grote land. Ja, dat was ooit het land van de vijand. Nergens meer een zweem van het verleden. Geen spoor meer. Geen schuldige bosrand meer. Het is er niet meer. Het is er misschien nog wel, maar ik zie het niet meer. Ik wil het niet meer zien. Ik voel me in de steek gelaten. I think the worst thing you can do to your enemy is to forget him. Mm-hmm. And this is what happens in the process, well, as you get older. You're forgetting your enemies. Well, that is... But what if they remember you and do something awkward that's to you? That's their problem. When you have, that's when tough you have for them. That's their problem. That's tough. But how are you forgetting? Deliberately? It's not. No, you don't do it deliberately. That's what the whole business of getting old is all wonderful about. It's the wonderful working of memory. Well, you know, there is a terrific Chinese proverb which I once exploited in epigraph to some piece of mine. Well, if you sit long on the bank, it's Japanese, but yes. Well, if you sit long on the bank of the river, you may see one day the body of your enemy floating by. I love that. You have to sit long enough. Well, sometimes, yeah. you must. But I've seen several enemies of mine. Floating indeed, bars. Yeah. Well, the entire political system did.
It was a big river. Yeah, it's a big river. You nearly took the river. You say that you get more detached from these difficult, painful experiences. You're a younger man, that's all. Well, I was going to ask, is it not possible that we always carry the debris of the worst things that have happened to us still there in our consciousness? I mean, do we filter it out as we do coffee? No, it's not that. Or tea, or no, some tea leaves? It's not that. I can speak for myself. It's not that. It's just simply... you are carrying the debris, not so much the debris you do carry, but they, what's been done to you, gradually, matters less and less. Well, what matters more and more, what you've done to the others, or what you reproach yourself for, that is the guilt and the responsibility of the others. Well, very quickly, in fact. It doesn't take that many years, fade into insignificance. You remember, and if you have memories that trouble you, it's memories of your own conduct rather than of somebody else's conduct. Well, that's what I think. I don't know. I suffer just as much from the wickedness in the eyes of human beings as from silly things I've done. Then you're in trouble. I think if we're alive, we're all in trouble. Yeah, well. Well, I think it has to do with realization. Realization. Well, I'm putting it very grandly. With a very acute sense that you are not any better than your enemy. And you are not. You are fully capable of the same, perhaps you are not capable. Well, you think you are not capable, and that is an escape, perhaps, that when you think that you are not. But you know at least one person in all of this whom you could control, that is yourself, who could have acted better. You think you can control. Yeah. You think, you think you should have. Well, it's that's true, yeah. And at least you are responsible for yourself. In the final analysis, you always realize that you can be responsible for the others. It would be nice if you could sort of, but they act out of their own idiotic necessities, yeah. But you should have known better and shouldn't have done this and shouldn't have done that, etc., etc., etc. You shouldn't have ruined this life or that life, etc., etc., yeah. Or at least you think that you've ruined. Maybe you just contributed to it, but, you think you did. But you remember certain situations you met in your life. You know that a Russian executioner can turn into the sorriest victim, as the sorriest victim can turn into a Russian executioner or a Nigerian executioner. You've got your memory on that aspect of life. Well, worse than that. You know what we are? We are survivors. And as survivors, we are contemporaries of villains, not of victims. Mm-hmm. Because a villain tends to survive a victim. Ponosan sam ja na tebe, na sve tvoje branitelje, i dok za dio nas više.
Sve što nam je sveto.